Doe we het of willen niet? Doen we het of het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden. Hij redt vijf per uur. Te snel voor ons. God damn stay on your mind. Pret, Kaap. En nog pret. Jeff, doen is zet. Jeff! Wat is er mis met Dumoulin? Hollands koepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Daar is hem, daar is hem. Daar is hem. Daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de JorClub. Vandaag een vrouwtje gast die naar de Olympische Spelen in Rio ging. Ze was Europees beloftekampioen kampioen veldlopen in 2015. Ze is drievoudig winnares van de crosscup en drievoudig Belgisch kampioen veldlopen. Welkom Louise Carton. Dank u, merci. Welkom ook Seppe. Merci. Klopt dat uh, een beetje? Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is correct, ja. Ho hoe gaat het ermee Louise? Ja, goed eigenlijk. Dank u wel. Ja. Goed, ja. Heb je genoten afgelopen weekend van het EK-veldlopen? Ja, eigenlijk wel. Ik vond um, het was de eerste keer in toch vrij lange tijd dat ik nog een keer um, fysiek naar de wedstrijd ben gaan kijken. Um, ik kan niet zeggen dat het zo, toch niet een beetje maar een dubbel gevoel was. Um, maar ja, met dat de Belgen het ook zo goed hebben gedaan, was super om te zien en dan vooral ja dat de vrouwen het ook zo goed doen ja ik vind dat ook super belangrijk je bent daar wel allee, ik ben daar wel nog altijd mee bezig of zo um, ja ik ben echt fan van Isaa dus ja dat is, uh, het was echt uh, eigenlijk wel een heel toffe dag ik heb heel veel mensen teruggezien um, dus het was eigenlijk wel echt een heel toffe dag ja ik ben ook blij dat we nog een beetje langer over de cross kunnen praten <laughs> allee het was. Ja, ja, ik ben zo aan nog een beetje aan het nagenieten ook. En, uh, allee, omdat het heeft toch ook wel betekenis heeft. Uh, mm -hmm. Lisa heeft zelf ook nadien gezegd, en de andere vrouwen ook. Um, ik denk dat, dat dit gewoon een unieke kans was om er een keer als team te staan. En ik, allee, jullie hebben het hier ook al gezegd in de nabespreking van het EK. Ja, laat ons hopen ja, dat ze vanaf nu dat toch begrijpen: dat je in team toch altijd nog net iets meer kan dan alleen uh, als ik. Mijn EK-veldlopen herinnert telkens, ik denk dat ik bijna telkens als enige in mijn categorie werd gestuurd. Ja, de beleving is gewoon helemaal anders. Um, zelfs als ik dan win in 2015, ja, oké, okay, je, je, je dat wel een beetje met het volledige team, maar uiteindelijk ja, s kom je alleen in je kamer en um, dan stopt het zo een beetje. Terwijl nu, ja, je ziet dat ook, he. ze beleven dat allemaal samen. Um, ja, het was, het was geweldig om te zien. Ik denk dat iedereen toch nog net een beetje meer boven zichzelf kan uitstijgen. Um, en ook degenen die misschien er dan... Allee, vroeger kwam er dan wel wat kritiek van, hebben die het niveau om te gaan? Maar ik denk dat iedereen gewoon zijn rol heeft binnen zo'n team. Op elke manier dan ook. Dus uh, ja, supermooi signaal gewoon, vind ik dat wel. Ja, ik zei tegen Lisa, s'avonds bij de, bij de PG, dat het uh, uh, ja, goed was dat ze daar direct aan dachten om dat direct te zeggen in dat interview. Ja. Dat, dat, dat ze, allez, want ja, dat is vaak niet makkelijk. Ze is super blij en dan. Ja, maar dat maar ze ik wel denk... kon zeggen, maar ja, twee, twee jaar geleden. Ja. Nu, ik, denk we wel, ik denk wel dat ze daarmee bezig geweest zijn. Dat is ook niet zoiets dat nee, nee. je zomaar vergeet. Dus ik denk dat dat misschien ook wel in hun achterhoofd zat. Van. Dat is misschien voor ons ook wel een keer een kans of een mogelijkheid om, om, ja, wat zeggen ze dan, antwoorden met de benen. Dat hebben ze ook echt wel gedaan. Ja. En, um, dus ja, maar het is inderdaad, uh, allee, ik denk dat, uh, dat ze gewoon een heel belangrijk signaal hebben gegeven en uh, ja, dat is fantastisch gewoon hè. Ja. ja. Um, het dubbele gevoel, want uh, ja, we waren er s'avonds dan met, met Nicolai Saké en met Micha Somers en en Michael was echt zo aan het uitleggen. Maar het was echt heel tof om dat langs een andere kant te zien. En ik had, ja, ik had dan gewoon het BK Masters gemist. En de Nikolai. <laughs> en dan echt zo van... Oh Michael, was, nu, dat is toch gewoon ik kas op fret. En als je daar staat en je denkt de hele tijd... God, ik had hier ook kunnen tussen lopen. En, en, ja. Maar Michael ah, vond vooral het, het mooi langs de andere kant. Ja. Ja, 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 ik denk dat dat ook wel... Dat overheerst ook wel. Het is gewoon fijn om daar te zijn om dat te zien. Um, nu voor mij was het wel iets gemakkelijker. He. Het is, al, het is wel al x aantal jaar geleden dat ik nog in competitie ben geweest. Um, maar toch, ja, ergens. Ik ben, ben nog altijd wel op een leeftijd dat ik er had kunnen uh, ja. tussenlopen. Um, dus ja, Ik heb ook mijn carrière ook nooit mooi kunnen afsluiten, he. dus dat is, ergens blijft dat wel altijd een beetje met een dubbel gevoel dat ik daarop terugkijk. Dus, ja. Ja, want die lachte, die, die liep mij. Ja, die, ja. die was op het EK belofte toen. Ja, absoluut. Ja, heb ik nog heel veel tegenlopen. Dus ja. ja, dat is. Dat is ja, dat... ja, dan, dus dan zie je dat ook van ik had er even wel nog in <coughs> bijzien. Ja. ja. Maar ja, wat dingen was... lopen zoals ze lopen. Wat was uw laatste wedstrijd dan? Uh, het EK in Berlijn 2018. Oké. Okay. Dat is al even geleden. Ja, ja. En toch kreeg je nog altijd de vraag, en wanneer hadden we nog een keer een wedstrijd toen? Uh, maar ja, het is al. Ja. Na vijf, allez, vijf jaar later denk ik nu niet dat dat nog gaat gebeuren. Maar in uh, 2019 was er wel het plan om, uh, ging ik normaal gezien, terug in de crosscup te starten. Um, maar dan, denk ik een week of zo, voor de relays uh, opnieuw geblesseerd. En dan uh, ja, weer in een sukkelstraatje terecht te komen. En dan is er eigenlijk nooit meer, uh, nooit meer van gekomen. Ja. En mist u dat, de competitie? Oh... Hmm. Moeilijke vraag. In die zin. Um, hoe moet ik het zeggen? Ik, ja, ik vind mijn leven nu al veel leuker of zo. dan een paar jaar geleden. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat, dat ik de sport niet mis. Of zo. Of, of dat ik het lopen zelf niet mis. Want dat uh, mis ik super hard. Um, maar er is zoveel in de plaats gekomen. Um, ja. ja, ik mis het wel. Maar het is, het is niet dat ik zoiets heb van. Um, Um, ik ga er nu nog alles aan doen om toch nog een comeback te doen of zo. Ik, denk, allee, ik, bedoel, ik ben nu van zoveel andere dingen aan het genieten dat in de plaats gekomen zijn. Uh, maar uiteraard mis ik het wel. En vooral denk ik wel een beetje omdat ik het nooit voor mezelf mooi heb kunnen afronden. Ik denk dat dat wel een verschil had gemaakt voor mij. Ja, zoek alleen maar Pieter Jan Anders. <laughs> ja. Dat een scenario kan schrijven. Ja, ik wil zo afscheid een... nemen en dat dan doen. Ja, geweldig eigenlijk. Ja. ja. Nee. Daar ben ik wel jaloers op, ja. Ik, zelf, allee, ik was al zelf geblesseerd en, moest dan, en ging dan naar, naar PG's en zijn, zijn afscheidsfeestje. En ik had zoiets van... Ik had dat eigenlijk ook kunnen, met die tinnen, <laughs> maar ik wil, allee, ik wil dat niet. Dus ja, dat, dat, is, dat is ook chique van hem dat hem dan, dat hem dan stopt en zoiets. Ja, nu is het mooi geweest ja. en uh, ja, dat is zo. Ja, ik denk, zoals dat hij zelf zei, van, uh, ik denk dat dat iets is dat je elke atleet gewoon maar kan toewensen nee, om zo te eindigen. Uh, die sfeer, die supporter. Uh. Maar ja, en inderdaad, ook, hey, ook wel knap van hem om te kunnen zeggen: van... Allee, zelfs met een Olympische Spel nog die eraan komen, om wel te zeggen: van oké, okay, nu ga ik, ga ik het toch afronden. Ja. ja. ja dat is mooi. Maar ja, die comeback, daar gaan we wel over blijven zagen, Bobby? Nee? Ik heb het al een keer geopperd. Er is op Twitter of Instagram, ik weet het al niet meer, uh, dat wij zitten te wachten op de comeback van Pieter Jan Henders. Ah, ja. Volgens, ja. volgens mij gaat hij dan volgend jaar zo de, de analyse maken van de kosten en gaat hem <laughs> zich daar zo hard in opjagen dat hij op een bepaald moment gaat zeggen: oh, dat kan ik zelfs nu nog, en dan, <laughs> en dan zijn we terug vertrokken, denk ik. <laughs> um, hoe is het ooit bij u begonnen met het lopen? Mijn papa heeft me meegenomen naar de atletiekclub. Um, deze keer is dat niet gelukt, <laughs> dat wilde ook niet blijven. En dan het jaar nadien heeft hij dat opnieuw gedaan toen was het ook met traantjes, maar dan ben ik wel gebleven en uh, ja, ben niet meer gestopt eigenlijk, ja. Ja, zo hoe, eigenlijk. Hoe, hoe oud waren dat toen? Um, acht jaar, oh, okay. ja, tweede leerjaar, ja, tweede leerjaar. En dan is dat alle de, de hockeybals en de, alle, alle disciplines wat ja, er lopen? Ja, zo'n beetje uh, spelenderwijs, laat ons zeggen. Kennis maken met de verschillende disciplines van atletiek. Ja, wat was dat, zo twee keer in een week? Dan werd dat drie keer in een week. Um, tot op een zeker moment, ik denk dat ik minim was of zo, dat mijn ouders zeiden van, ja, um, ja, je moet wel een beetje meer naar de training gaan, want uh, anders gaan wij volgend jaar wel uh, niet meer inschrijven en hun lidhal betalen. He. Ik zei ja, oké, ja ja, dus dan wat meer naar de training bijna gaan. En ja, chance dat ik toen niet heb gezegd van eh, stop ermee. Dus, uh, maar ja, nee, spelenderwijs. En dan um, had ik wel zo wat vriendinnen die al zo in de oudere groepen zaten en zo. Dan ben ik één jaartje vroeger al mee doorgeschoven met hen. En dan zoiets meer richting de, ja, afstand was het niet. Ik werd daar getraind als een 800 meter loopster, zo waar. Dus in mijn jeugd heb ik vooral 800 meter gelopen um, en ook wel de, de veldloopjes meegedaan. Um, en dan, ja, op een zeker moment botste ik daar zo wel op een muur. Ik denk dat ik scholier was, zo, uh, in de middelbare school. Maar ik werd daar zo hard op weerstand getraind. Dat was zo spikes aan gaan. Um, ja, veel spierpijn. Dat was, um, dus op een zeker moment botste ik zo tegen een limiet aan. Ik, ik was nog maar uh, 15 jaar, 16 jaar of zo. Um, totdat ik dan werd uitgenodigd om met BOIC op stage te gaan, um, zo in functie van, um, uh, van de EOF, mm -hmm. zo'n soort van jeugd olympische ja. spelen, omdat ik op zich wel eigenlijk al heel dicht bij de limiet zat uh, om daar te geraken maar dan kwam ik daar toe en ja, dan was zo, iedereen had dat zo hard zag en zo, Voor mij was dat ja, ik kende dat niet. Uh, we moesten daar al zo duurloopjes doen en ik dacht, wat is dat hier allemaal? Ik voelde me... ja, ik voelde dat echt niet goed. Maar dan ben ik zo met mijn schriftje tot bij de de, de trainer van daar gaan en ik heb gezegd van ja, laat het mij ik eruit, want ik snap het niet. Uh, het waren allemaal dingen eigenlijk dat ik niet kende. Um, daar ook een lactaattest gedaan voor het eerst in mijn leven. Ja, mijn basis was super slecht. Um, ja, dat was al zo... Ik ken het zo, zo. En ik schoot naar boven he, in die verzuring. Dus ja, ik kon, eigenlijk, ik kon echt niks aan van uithouding. Um, en dan zo al daarmee naar mijn club gaan en gezegd van, kijk ja, ik heb het advies gekregen om wat meer op uitgang te werken, maar het enige dat veranderde is dat we voor de weerstandstraining gewoon in plaats van een kwartiertje een half uur of veertig minuten moest zelfs lopen. Dus ja, je weet wel, dat werkte gewoon niet meer. En dan ben ik in um, mijn laatste jaar van de middelbare school, ben ik dan van op afstand beginnen samenwerken met, uh, met de trainer die toen mee was eigenlijk met BWC met, ah, ja, okay. met Dirk Engelen toen. Um, en toen ben ik ja, van op afstand en Ik begin met hem samenwerken. ja, ja. en wa Dan waren het op dat moment al Belgische top of? of, of, of hoe? Oh, wacht een keer, waar heb ik al ja, Dus ik deed, ik deed wel zo bij kadetten Ik vooral 800 meter. Um, maar ik stond daar wel vaak op het podium, maar ik, ik won nooit. Dus ik okay. was altijd tweede of derde. Wie, wie won er dan? Wie um, won ja, dan? Goh, ik heb toen nog gelopen tegen ik zag naar Schaverbeke, Hanna Pardaan. Zo. Maar ja, ik weet niet of jullie die kennen. Er zijn echt zo wat leeftijdgenoten van mij. Um, maar dus ja, ik, ik woon gewoon nooit. Dat was, uh, dus dan, toen was het denk ik de eerste keer in mijn carrière dat er wel al werd uh, op aangestuurd voor mijn treinstier uh, dat ik een mentaal probleem had of dat uh, aan het mentaal lag. Um, okay. Maar goed, ja. ja. Dus ja, um, dus ik wel, daar, dat voelde daar gewoon ook allemaal niet meer zo goed. En, um, dus ik denk dat de switch op dat moment wel goed is geweest. Ook al moest ik ja, iedere keer na het school nog alleen gaan trainen. Ik denk dat dat wel een goede switch geweest is op dat moment. Ja. En dan middelbaar gedaan? Studeren? Ja, ja. Ben ik, uh, ben ik naar Leuven getrokken. Um, ja, omdat daar zo wel wat de beloftewerking zat van de valst. Uh, wat meer ging over de halve fonds. Um, ik was daar eigenlijk eerst voltijds beginnen studeren. Maar dan merkte ik ook ja, dat ik niet echt de ruimte had om al de trainingen te doen die ik wilde doen. Um, dus ja, daar dan was ook dus Mijn trainer was daar uh, met Rick ik was dat toen uh, stabilisatietraining en zo. Ik kwam erbij. En dan uh, ja, ben ik wat, mijn studies beginnen spreiden eigenlijk in functie van uh, allee, wat, meer te kunnen, uh, wat meer te kunnen trainen. Ja. Ja. Maar het, het werkte wel voor mij. Ik de, ik heb al anderhalf jaar met loodzware benen rondgelopen. Ja, als je niks van duurtraining gewoon bent, ja, ik ging dan wel naar zes trainingen, maar dan ja, gewoon heel traag. Ik moest zo traag lopen. Ik moest dan tien per uur lopen. Ofzo. Ik moest echt traag lopen. En, ja, ik had loodzware benen. Maar ze bleven zeggen, dat komt goed. Dat komt goed. Dus, um, en dan ik denk na anderhalf jaar dacht ik zo: ah ja, oké, okay, dit is het dan. Um, en ik maakte gewoon enorm veel progressie op korte tijd. Um, Allee, ja, qua uithouding, hé. Ja. dus op zich, uh, ja, dat werd wel voor mij. Ja. Hoe heb je gestudeerd? Wat zeg je? Hoe heb je gestudeerd? Hoe? Nee, wat? Ah, wat? <laughs> uh, Kinestherapie. Mm -hmm. um, dus ik heb mijn bedje dan gespreid uiteindelijk over vijf jaar, um, omdat ik veel in het buitenland was. Mijn master heb ik dan eigenlijk on hold gezet, omdat ik, uh, ja, omdat ik gewoon veel in het buitenland was. Het was heel moeilijk om dat georganiseerd te krijgen. Um, dus ja, dat mijn training ook wel een beetje daar wat, ja, daar wat voorzichtig in was, omdat dat wel dan veel fysieke belasting was. Uh, dus ik heb dat toen nog eigenlijk on hold gezet. Um, en daarmee ben ik nu eigenlijk aan het werken en nog mijn masterstudies aan het doen op dit moment. Uh, maar toen eigenlijk heb ik eigenlijk mijn bachelor gedaan. Uh. Oké. Okay. Oh. Moet er nog lang doen voor je master? Uh, nog, uh, nog anderhalf jaar. Dus ik ben vorig jaar in september begonnen, dus ik ben nu bijna anderhalf jaar bezig. Maar ja, ik moet ook spreiden omdat ik nog aan het werken ben. Dus ja, zo weer een van die momenten dat ik denk: waar ben ik nu toch weer mee bezig? Van de week ook, ik moest voor een werkcollege in Gent zijn. En ja, ik stap al zo vol overtuiging daar al zo binnen. Maar ja, ik kom altijd nieuwe mensen tegen, want ken ik al die studenten niet? Dus ja, ik zit daar dan. En ik denk, zo, hoe, dat zijn eigenlijk andere mensen dan in dat vorige werkcollege. Maar ik zeg, ja, kijk, ja, dat is het hier, 3.1. Ik zit, kijk, juist. En dan oh, komt daar zo een lesgeefster binnen. En ik dacht, nee ik nee, 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 dat is een van vorig jaar. Dat klopt hier niet. Hè. Dus ik vraag aan die achter mij. Ik zeg, ja, voor wat zit je hier eigenlijk? Dus ja, we zitten hier voor urogynecologie. Ik zeg, oei oei, 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 dat klopt hier niet. Dus ja, ik zat daar heel verkeerd. Oh, zo van die genante dingen zo. Dan denk ik echt van... Waar ben ik mee bezig? Maar het is wel, uh, allee, het is wel leuk. Um, omdat, ja, ondertussen ben je wel matuurder, ik heb ook wel al gewerkt. Dus ja, ik haal er wel nog meer uit of zo. Je weet misschien ook meer waarvoor je het doet of zo. Ja, st sowieso. student. Sowieso. Ja, Dat ja. Is, uh, allee, want het is een investering van mijn tijd en van geld. Want, ja, ja. Nee, ik werk nog altijd. Um, dus ja, ik weet zeker wel waarom ik het doe. Dus op zo'n moment denk ik: van, kom maar nog even ja je hebt toch gewoon een, een mooi palmares in, in de plaats ook ik dacht je oké okay, dat het is nu misschien wat wat moeilijk om al maar... uh, ja dat is, toch, dat is toch ook ja dat is, dat is wel waar op zich, maar ja hoe moet ik het zeggen daar komt het zo weer een beetje voor, voor mij wat dat wel speelt is dat ik heb het zo nooit echt kunnen afronden of zo ja ja dus bij mij is enerzijds soms zo van ja, er zat nog veel meer in in mijn sportcarrière, daar allee, ben ik 100% zeker van. Maar dan anderzijds ook van, oké, okay, als ik dat er niet heb kunnen neuthan, wat heb ik dan al die jaren <laughs> zitten doen, laat ons zeggen. Maar um, nee, allee, het, is, het is heel mooi geweest, he. het is... Uh, ja, het is, uh, alles loopt zoals dat loopt en ik ben wel blij dat ik nu die dingen wel alsnog kan doen. Ja. ja. Ik denk, ja, drie keer Belgisch kampioen, crosscup gewonnen, Olympische ja. Spelen. Europees kampioen? Ay, ja, dat, wel, dat, niet, het dat wel klinkt wel oké. Okay, dat is wel redelijk af of zo. Uh, ja, maar dat, dat gaat vooral over mijn beleving, natuurlijk. Nee, dat is key. waar. Het, um, snap, ik, um, snap ik. denk dat, uh, denk dat de PJ... Uh, oh, sorry, PJ. Sorry, Mark. Mm -hmm. um, <laughs> <d> <laughs> ja, Mark wist wel niet, dat er mijn gedicht niet meer als ik PJ zeg. Ik ah ja, juist. drie? Het ah. is alleen die we kennen van KZTV, TV. Ja, ja. Dus daarmee moest het, moest het PG zijn. Ja, 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 ja. oké. Okay. So, ja. Ja, dat ja. is dichterlijke vrijheid, hè. dat gaat te werk met wat. Dat denk ik wel. Zeer mooi trouwens. Echt uh, prachtige dichtkunst. Uh, um, wat was ik aan het zeggen? Ah uh, uh, ja, dat, uh, dat hij het ook wel hier denk ik al gezegd heeft, dat de dat, uh, spelen in Rio nu ook wel niet. De meest spectaculaire spelen waren als beleving, uh, plus komt daar dan nog een keer bij voor mij. Ik heb ook nooit het moment beleefd waarop ik mij geplaatst heb voor de speel. Ik weet uh... niet of dat jullie weten hoe ik mij geplaatst heb, maar... mijn ja, de um... ranking bestond toen nog niet? Nee, dus wat was er gebeurd? Dus ik had in de zomer, uh, had ik dus al het uh, EK op de piste gedaan voor Beloften, ook 5000, uh, waar ik uh, tweede werd, ja, maar dan... Zes dagen later kreeg ik de kans om op uh, de Nacht van de Atletiek te lopen. Ja. Um, maar ja, f, de, dat was, ik denk dat was mijn derde 5000 ooit, dus dat EK was mijn tweede 5000. Uh, dus ik had zoiets van, ja, ik ben ik nog moe. En het is eigenlijk al goed, maar ik dacht, ik publiek met wat internationale bezetting lopen. Ik dus zeg, ik had dat toen. En uh, ja, dat ging eigenlijk verrassend goed. Dus daar loop ik dan eigenlijk, wat um, was 15:23. In de 80 ergens. En de limiet voor de Olympische Spelen was 15-20 rond. 0, 0. Dus ja, dat was wel. Ja, misschien volgend jaar kans om te plaatsen voor. Ik zei dus ja, ja oké, okay, dat zien we dan wel. Volgende stap is eerst een EK bij de senioren en dan zien we wel. Maar wat gebeurt er nu? Dat was zo het jaar dat de Atletiek Federatie de limieten had overgenomen van. Uh, de, allee, de internationale limiet ja. eigenlijk. Dus wat, wat gebeurt er ergens? Ik weet niet meer in oktober of in november of zo uh, wordt die limiet veranderd naar 152400. 00? Okay. En ik had 1523 en iets gelopen. En denk denk zelfs dat PG was die mij als eerste stuurde van ja je weet toch dat je plaats zit voor de spelen hè? Dus ik kreeg zo een half uurtje later krijg ik van de topsportcoördinator van de val zo'n berichtje van ja, proficiat met je selectie voor de spelen. Ook ja. weer een typische dat de PG toch weer juist iets vroeger is. <laughs> ja, hè? ja ik, allee, zo herinner ik me dat toch. Het kan ook fout zijn, maar hij had me daar al <coughs> iets over gestuurd, want ja, ik had dat uiteraard nog niet gezien dat dat was aangepast. Um, maar ja, dat was dus mijn... Plaatsing voor de spelen. Is dat zo spectaculair is dat dan en, zo. Wat wa dan... waarde op die moment was dat niet? <laughs> zo. Ik denk dat ik gewoon thuis was. Ja, nou, en, en dat, volgens mij was ik ook echt alleen. Dus ik, ik kon ook al zo niet even zeggen zo, aan iemand: van... hé, hey, ik ben geplaatst voor de spelen. Alleen dat is zo. Ja, ik denk ook, ik voelde mij daar ook wel nog niet echt klaar voor. Ik was, ik was nog altijd maar uh, 21 denk ik op dat moment. Um, dus voor ons was dan het EK in Amsterdam in 2016 zo'n een eerst volgende logische stap vanuit die belofte dan richting senioren. Maar ja, dan kwam daar plots de speel nog bij. Ja, nee, dat was mooi, maar snap je, ik heb zo nooit dat moment beleefd dat ik... Ja, dat mee plaats ja. en dan... Ja. Maar ik denk dat de kloof tussen, tussen Belgische top en Europese top en dan nog naar, naar echt naar die wereldtop, dat, dat dat enorm groot is. En ja. dat je er ook enorm aan kunt mispakken, zeker ja. als, je, ja, als het een beetje per toeval gebeurt, is het misschien ook wel een vergiftigd geschenk dat je... Ja, en ik, ik leefde toen zo enorm met de dingen zo van, ja, ik ga alleen omdat ze de limiet versoepeld hebben en niet omdat ik... Hoe goed, hey, goed genoeg ben om daar naartoe te gaan. Nu kijk ik daar wat anders naartoe. Ik was daar en dat was alleen omdat ik voldeed aan de criteria om daar te zijn. Ja, ja. Maar op dat moment, ja, het was jong. En, en nu ja, ik ben ook wel nooit, ik heb daar nooit van gedroomd of zo. Aan spelen. Nee. Oei. <laughs> nou, maar ik, als ik je verhaal zo hoorde, dan, dan dacht ik, ja, was dat, dat is precies helemaal niet dat dat je doel was? Van... Nee van de crosscup al nee. gedroomd. Nee. nee, maar dat is zo... Al, ik, alleen, heel mijn carrière is een beetje... Alleen, in mijn ervaring een beetje toevallig ook wel, omdat ik was niet... Ik zeg het als kind, ik, ik deed wel graag de training, maar ik deed ook niet zoveel wedstrijden mee. Ik weet, op een zeker moment deed ik dan zo provinciaal kampioenschap mee en uh, ik deed dan zo mee aan duizend uh, en hoogspringen. ik had dat dan zo alle twee gewonnen. Uh, dus dan waren mensen die zo die zo kwamen en, en die zo. Alleen maar, als je dat nu zo wint, waarom doe je dat dan niet vaker? En ik zei, Ja, ik vind dat eigenlijk niet zo leuk. Alleen dat was zo het antwoord en dat was ook zo. Ik ging liever, eh, ik ging liever gaan trainen. Um, Alleen het lopen zelf vond ik superleuk, maar dat, dat was zo. Ja. De veldloop is ik wel graag. Mijn papa ging dan altijd mee. Altijd hetzelfde CD'tje in een auto. Ah, ja, wel ja. oh, Dat was zo een, een hit cd van Radio 1. Oh ja. met zo de radios en zo, um, ja, van, oh, allee, dat zijn zo, dat zijn echt wel de mooie herinneringen eigenlijk. Um, dus dat wel, dat, allee, dat, dat, deed ik op zich wel graag en best vaak, maar ook daar, he, al, zo tweede, derde, maar nooit winnen nee. Maar ja, dat was oké, okay. dat was zo bij de jeugd, dus dat was allemaal tof. Um, maar als wij op stage waren toen met BOC, zo twee. Uh, twee meisjes die ook mee waren, een van hen is nu een van mijn beste vriendinnen ook, uh, zij waren daarover bezig, en over de Olympische Spelen. En, en dat we gaan ons plaatsen, en ik was ook bah, laat het jong, alleen ja, voor, allee, voor mij is, hoeft het niet. <laughs> en dan uiteindelijk van ons drie is, is het enkel ik die dan uiteindelijk geweest allee, dat ik gegaan ben. Dus, ja, ik ben er wel een beetje in gerold of zo. Ja. Um, ook net omdat ik misschien bij de jeugd ook alleen. Ik zag er zeker niet bovenuit. en Het was zeker niet daar dat ik, uh, dat ik de gouden medailles haalde ofzo. Dus ja, ik ben dan wel gaan verder studeren, omdat ik, ik deed het wel graag. Het sporten of zo. En de combinatie met studeren ging mij goed af. Ja, ik ben wel goed in plannen en structureren. En, en ik, ik, ik hield zo wel van dat stramin, van dat trainen En zo alles gepuzzeld krijgen en zo. Vind ik nog altijd nu leuk met mijn werk en met mijn lessen en zo. Ja. Um, dus en ja, door dan eigenlijk op een andere manier te beginnen trainen, dat voor mij gewoon heel goed werkte, maakte ik wel uh, ja, sprong dat ik denk ik zelf ook misschien niet nie had verwacht of niet had zien aankomen. Nee. Um, Want ja. je, je, je gaat dan wel naar echt absolute dominantie in, in het crosscup. Ja. Uh, ik acht u een beetje verantwoordelijk dat het niet meer live op tv komt, omdat het gewoon <laughs> heel saai was. <laughs> Sorry. <laughs> um, ja, maar ik denk dat dat ook is omdat misschien op... Ja, als je het, het nu ziet, ik denk als ik er nu al tussen gelopen, dat het een heel ander verhaal was geweest. Ja. Terwijl, ja, toen was het misschien gewoon een beetje de, de pech dat er dan naast mij alleen, niet echt andere vrouwen op dat moment waren van dat niveau. Terwijl, ja, nu ziet het er wel anders uit. Dan... Je had het misschien ook wat spannender kunnen maken of zo. Ik heb toch dan kijk, die gaat hopelijk toch wachten tot na één ronde. Dat maar het ik heb ze... toch soms gewacht, nee? ja. Allee, uh, ja, wanneer was... Het, uh... Ik zag echt een belgisch schappen ja. dat echt zo'n lang 500 meer, en ik dat kan nu toch niet? <laughs> uh, oei, is echt. Maar ik, ik herinner me al sinds een, een BK en ik heb nooit graag gelopen naar Wachtembeken. Ah, ja. Ik vond dat vreselijk. Die ondergrond of zo. En je of daarin. Ja. Ik vond dat nooit tof om daar te lopen. Plus ook, ja, uh, nu is dat veranderd, maar toen was dat vrij laat in het seizoen ook. En dan was dat soms zo één week en dan vertrok ik mij op, uh, op stage of zo. Dus ik was ook nooit super fris niet meer. Um, dus ja, daar was ik nooit echt wel op mijn top. En ik weet wel, um, was dan nu het laatste BK dat ik dan. Ja, ik weet het niet meer welk bk dat was, maar daar zijn we wel een tijdje samen geweest hoor. Ja. <laughs> ja, nu het is zo, ja, weet je wel, de dus keer dat je in ritme zit, is dat. Uh... Ja, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. Is het gemakkelijker om gewoon in je eigen, uh, eigen tempel te lopen? Nee, nee, dat ja, nee, snap ik, snap ik. Maar het was, het, uh, het was wel echt. Uh, het maakte het misschien ook omdat de wedstrijden minder spannend waren. En misschien ook een kans een dat de crossen toen nog niet gelijk getrokken waren, mannen en vrouwen. Want ik denk dat er veel mannen dan wel met een bang hartje naar de tijd gingen kijken ah, ja, van zo. wat je liep. Ja, <laughs> ja ik, ik weet niet. Ik was daar op dat moment zo precies niet zo mee bezig of zo. Um, maar ja, het is ook wel zo dat in, in veel crossen um, zorgde Jos er wel voor dat er, dat er ook wel wat internationale atleten aan de start stonden. Dus. Ja, dat was niet helemaal mijn schuld. Nee. <laughs> um, uh, ja, maar ja, dat crossen, dat is... Ja. Als ik voor iets nog een comeback zou maken, dan is het, dan is het voor, de, voor het veld lopen. Oké. Okay. Ja. Snap ik. Ja, ik vind dat zo... ook wel beleving. En ja, ik, weet niet, ik, kan, ik kon altijd veel bevrijder lopen of zo, veel onbevangener lopen in een cross dan op de piste. Pisten is meer, echt die tempo's en ja, zo. En die die altijd, altijd en, en, en. altijd Misschien was dat ook wel omdat dat dan zo verbonden was aan de contracten en zo. En hmm. ja. ja, want je, je, je hebt dan een Topsport Vlaanderen contract gekregen? Uh, dat was toen al Sport Vlaanderen, nee. Ah, ja, um, ja wel, dat, dat zal dan uh, na 2015 geweest zijn. Uh, maar ja, dat was zo'n studentencontract, half. Ja, en dan was dat? 50% of zo. Dus, dat was, um... Maar het probleem was um, dat tegenover dat studentencontract, dat er daar eigenlijk elite-normen tegenover stonden. Ja. Ik moest denk ik uh, top 16 lopen op de Spelen. Als je dan weet dat er 15 naar de finale gaan, dan moest ik op mijn 22 praktisch finale lopen in een nummer. Als student? Uh, ja, als, als student. En ik was ook een keer gaan kijken... Um, ik heb dat dan ook gedaan na de finale in Rio. Um, ben ik echt ook gewoon gaan kijken naar de leeftijd van die atleten. Omdat 5000 is echt wel een nummer waarvoor dat je ja, wel wat inhoud nodig hebt of zo. Um, het was toen ook in het jaar van de speel nog maar het tweede jaar dat ik dat, ik dat nummer liep. Um, en ik denk buiten twee of drie Afrikaanse atleten of zo, denk ik dat de meesten daar uh, minstens 27 jaar waren. En ik was er toen 22. Um, dus ja, dat is wel een beetje jammer, natuurlijk. Hè. Op zo'n moment, dat, er, ja, dat Dat was eigenlijk niet in verhouding. Laat ik het zeggen. Maar goed, ja, weet wel, ik was er afhankelijk van. Hè. Ik stond financieel op eigen been. dus... Uh, ik, moest, allee, ik moest ergens wel, maar ik heb me daar veel te veel van aantrokken. Ja. Ik was daar veel te veel mee bezig. Ja. Ik denk dat dat ook heel moeilijk is om dat niet te doen als je 22 bent. En je krijgt ineens geld voor te lopen. Wat wow, ja. anders is iets is dat je gewoon. Doet. En ineens is dat, is dat, is dat een beetje je ja, manier om je kot te betalen. Ja, ja. Nu, ja gelukkig was de crosscup er nog. Ja. Merci, Jos. Ja. Ja, maar dat, ja, dat is echt. Zonder, allee, zonder de crosscup um, ja, was, was het gewoon niet gelukt. Ja, ja. Jos heeft je kot betaald. <laughs> ja. Natuurlijk. <laughs> ja, ja, het is, het is zo. Je ja, moet het zeggen zoals dat is. Allee, dat is zo uh, ik denk dat mensen dat vaak niet beseffen, maar dat is zo'n geschenk eigenlijk voor, uh, voor atleten. Dat dat, dat bestaat. Want voor het in een, in een, in een zomerseizoen, ik verdiende nul euro gewoon. Ja, dat, dat was gewoon zo. Terwijl ja, met de cross, uh, ja, dat was echt uh, essentieel eigenlijk. Ja, de balse kermis loop, dat was nog dat is nog geld. Uh. <laughs> Ja, zie ik had maar ik wist dat toen allemaal nog niet. Hè. Nee. Nee, nou, ja. dus op, op die pistemeting is nergens prijzen geld? Of, uh... Uh, wacht een keer, hè. nu moet ik je goed denken. Goh ja, nee. En zeker niet op een manier zoals in de crosscup. Um, en natuurlijk, ook als ik nog jonger was en ik. Um, allee, op, op sommige wedstrijden mag je gewoon al blij zijn dat je mag starten. Dus, dat. Um dus ja, was ik soms al blij dat ik daar mocht lopen en uiteraard, ja, je verblijf en zo werd... Verplaatsing werd meestal wel vergoed, dat wel, maar niet dat je daar echt iets aan overhield, hield. Nee. De spelen zelf dan? Ja. Waren niet onder de indruk van het gebeuren, van het evenement, van... Ja, het is wel uniek. Het, is, het maakt wel indruk op een of andere manier, maar bij mij nu ook wel niet in zo'n positieve manier. Nu, ja, ik voelde mij op dat moment wel eigenlijk al niet zo goed in mijn vel. Dus dat speelt sowieso ook mee. Ik had ook het gevoel van eh, ik ben hier zo niet helemaal op mijn plaats of ben hier nog niet, niet klaar voor of zo. Um, Dus ik denk dat dat wel heeft meegespeeld. Ik had ook wel, um, dus eerder dat seizoen hadden we het EK al gehad in Amsterdam. Um, en daarvoor was ik eigenlijk zes weken in Amerika geweest, uh, op stage En daar ja, had ik het eigenlijk al... Het ja, was mijn eigen schuld, heb ik, heb ik wat te veel willen doen. Um, heb ik me geblesseerd. Dus ben ik teruggekomen van stage alternatief getraind. En dan een paar weken voor het EK pas terug beginnen lopen. Dus sowieso was dat al geen... Geen seizoen geweest waar, waar ik echt veel vertrouwen had uit kunnen halen. Um, dus alles samen was dat voor mij geen zo'n heel uh, goede ervaring. Ook, um, en dat is iets dat je als atleet zou moeten kunnen uitschakelen, maar dat vond ik heel moeilijk. Je, je zit op een bus uh, van de luchthaven naar het Olympisch dorp en je passeert daar wegen uh, ja, waarin dat mensen letterlijk geen, geen dag boven hun hoofd hebben. Ik voelde zo verkeerd, zo fout aan. Um, ja, goed. Ja. Ik heb er dan met mijn coach wel over gesproken. Maar die zeggen ook: ja, als jij uit principe bijvoorbeeld niet zou gaan, dan komt er wel gewoon iemand in jouw plaats. En dat zo... Dus ja, je moet dat natuurlijk wel kunnen uithaken. Maar ik vond dat toch moeilijk. Ik vond dat toch moeilijk. Um, ja. En ook ja qua beleving. Ik bedoel, ik moest de reeksen gaan lopen. Smorgens in, in een leeg stadium. Ja. Oké. Okay. Ja. Het was niet uh, een. Uh... Nee, nee, dus in dat opzicht was Amsterdam dan bijvoorbeeld eerder uh, in de zomer, ja, dat was wel dat was qua sfeer wel heel, heel speciaal, dat was, dat was fantastisch, dat was een uh, vol stadium. denk als ik aan het lopen was, uh, waren de zevenkamsters denk ik een um, eerder rondje aan het doen, ze dus uh, uh, veel, veel enthousiasme. veel enthousiasme. qua beleving vond ik dat bijvoorbeeld wel veel indrukwekkender of zo, of veel specialer nog. Nou. Ja. Ja, en die, die, die olympisch dorp of zo, was dat, was dat iets, dat je zei? van... Ja, ja op, allee, allee, niet... dat is wel een keer leuk om naar mee te maken en een keer te zien hoe dat dat in werk gaat. Um, en ik vond vooral zo die, waar dat je gaat eten, zo, dat is een soort van gigantische eetent van, ik weet niet, en dan zo, eten van de verschillende keukens. Ik vond dat, ik weet niet, dat je misschien nog het meeste indruk, maar er was zoveel lawaai, er was zoveel volk, alleen zoveel mensen. Um, ja, was wel een keer uh, speciaal om mee te maken. En uh, uiteraard, ja, het is wel leuk om een keer atleten van andere uh, sporten te ontmoeten. En dan... Um ja, uiteindelijk heb ik het niet gehaald tot in de finale. Maar dat was, dan kon ik de laatste dagen zo wel naar de hockey en zo mee gaan kijken. Ja, die mannen hebben dat toen ook heel goed gedaan. Dus ja, dat is wel leuk. Hè. Dan ga je samen met andere sporters um, mee gaan supporteren. Ja, dat allee, zijn we toch wel unieke ervaringen. Allee, daar heb ik wel van genoten. Dat was wel heel plezant, ja. 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 Tattoo laten zetten? <laughs> ik wist dat de vraag ging komen. <laughs> uh, nee, ik heb geen tattoo laten zetten. Toen, ik had toen eigenlijk gezegd van... Um, uh, allee, omdat ik me daar eigenlijk niet zo goed voelde. En zo, eh, well, ja, toen nog een beetje met idee rondliep: van ja, ik ben, hier, ik ben hier gewoon omdat de limiet wat versoepeld is. Um, had ik gezegd: van, als ik me ooit plaats voor een tweede speel, dan ga ik een tattoo laten zetten. Ah ja, oké. Okay. Maar kijk, het is niet gebeurd. Dus nee. uh, nu, het kan alsnog. Ik, heb, ik denk, twee jaar geleden heb ik met idee gespeeld, omdat ik dat toen wel zo, um, hoe moet ik het zeggen. Um, zo die gedachte dat ik daar toen over had, zo van ik ben niet goed genoeg om hier te zijn ofzo. Dat was wel een, een patroon dat vaak terugkwam. Of zo. Maar nu ben ik daar zo door. En dan dacht ik zo gewoon symbolisch voor mezelf, ga ik, ga ik dan toch die een tattoo zetten om mezelf daar zo aan te herinneren. Zo. Maar ja, ik, ik was zo aan het twijfelen en mijn, en mijn man zei zo van ja, je moet, uh, je moet dat nu even laten. En als je zo binnen twee maanden nog altijd zegt van ik wil zeker een tattoo, dan moet je hem laten zetten maar dan zo twee maanden later had ik zo weer een beetje aan twijfel. Dus ja. ja. het enige, het enige in... goede antwoord is heb je al dat toe? Nee, nog niet. Want ja, je hebt er ja. je leven lang recht op, hè? Ja, dat is waar. U weet, u weet. Het is nog niet te laat. Ah ja, nee, het kan nee. nog altijd. Dus ja, zeg nooit, nooit, hè? Nee nee, zwaar, zwaar. Dat, dat patroon dat je zegt van ik heb, niet, ik heb het gevoel dat ik niet goed genoeg ben om hier of dat ik het niet verdiend heb om hier te mogen staan, is dat iets? dat je geen andere dingen ook hebt of is dat ja ja, ja. maar dat was ook wel zoiets en wel, en dan, uh, als we dan verwijzen naar de uh, podcast met, uh, met Mathieu um, met Mathieu Gram als hij hier was uh, net, dat was heel herkenbaar voor mij dat is zo een beetje het verhaal van soms moet je door genoeg shit gaan en mm -hmm. je moet ook klaar zijn om de confrontatie aan te gaan je moet klaar zijn om dat hoe die dat ja. wakker te worden mm -hmm om in de spiegel te kijken en um, ja, ik denk dat dat bij mij ook wel een beetje het geval was. Ik, allee, toen het EK in Berlijn 2018 uh, is het allemaal goed misgegaan en dat, dat was het punt waarop dat ik besefte zo van ja, ik zit, ik zit vast, um, ik was ook uitgeput ook gewoon en dat ik toen wel besefte van oké okay, uh, ik, ik ga wel een keer, uh, een keer dieper gaan graven en een keer kijken van oké, okay, wat, wat is er hier eigenlijk aan de hand? Um, maar dat, dat, dat is niet leuk natuurlijk. Nee, nee. Ja. Maar um, ja, als, ik, als ik dan uiteindelijk wel die confrontatie ben aangegaan, wat dat dan trouwens ook nog maar bijna twee jaar later echt is gebeurd, um, uh, ja, dan, zijn er, ja, dan worden wel bepaalde patronen heel duidelijk. Um, en dat zijn vaak patronen die, die al jaren daar zijn, maar dat je er zo niet echt 100% bewust van bent of zo. Um, dus ja, Allee, ik ben wel altijd al iemand geweest die alles goed wil doen, heel perfectionistisch. Um, als, als kind had ik dat eigenlijk ook al uh, op school, in de muziekschool, overal. En het probleem is, ja, je wordt dan ook een beetje geprezen omdat je zo ja, had goede resultaten en En ja, leerkrachten vinden dat leuk, mensen rond je vinden dat leuk, je wordt daar eh, constant zo aan bevestigd. Um, maar het probleem is een beetje, ook denk ik, op zeker met, met de sport. Ja, dat wordt zo'n beetje te veel je identiteit. Hè. Dus, um, ik, ik was te veel bezig met te voldoen aan de verwachtingen die er waren. Um, en mez ja, mezelf daar misschien ook wel een beetje in verloren of zo. Um, ja, denk, uh, of, oh, ja, ik moet zo echt veel denken aan dingen die jullie toen besproken hebben. Maar bijvoorbeeld. Um, uh, was nu weer dat het belangrijk is om je naast je sport uh, compleet te voelen of compleet te zijn? Ja. En dat was bij mij gewoon totaal niet het geval. Um, en, en, en al lang? Want ja, in Berlijn is dan, is dan ja. de druppel geweest. Maar ja. hoe, als je daar achteraf op terugkijkt, hoe lang was dat dan al bezig? Of, of? Ja, die patroon zat er al lang in. Maar als het echt gaat over <laughs> mij niet goed in mijn vuil voelen en gewoon niet gelukkig zijn. Of, ja. Dan, dan was dat sowieso, als ik voor het op de spelen was, speelde dat sowieso ook al mee. Ja. Dus dat was al een paar jaar. Uh, ja. Natuurlijk, voor, voor mij is veel wel begonnen als mijn papa gestorven is in 2014. Um, ik denk dat dat voor mij ook wel de, de trigger geweest is om... om um, ja, je, je zoekt een copingmechanisme om daarmee om te gaan. En ja, bij mij was dat dan heel hard vasthouden. Uh, aan die sport, uh, aan dat sporten, dan op een gegeven moment met gewicht en zo. Je zoekt ergens een houvast of zo, een, ja. een controle. Ja, alles rond je zakt een beetje ineen, zeg maar. Mm -hmm. Dus je, je zoekt wel ergens iets om, ja, om je aan vast te houden. Nee, maar door dat te doen heb ik eigenlijk totaal geen ruimte gemaakt om, uh, uh, ja, om verlies te verwerken, om dat een plaats te geven. Omdat, dus ik heb dat allemaal zoveel, <laughs> zoveel jaar later dan pas eigenlijk gedaan. Ja, je schrijft nou op Berlijn een, een blog. Ja. Is um. ja. is niet meer online? Ja, maar dus dat is prima. Nee, nee, maar, ik, 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 ze... ik kan me voorstellen dat er mensen nu zijn die dat willen gaan opzoeken. Uh. Ja, maar dat was ook omdat dat was op een website die dan gemaakt was door uh, een bedrijf waar ik dan mee heb samen, maar ik word er nu mee, mee samen en zo. Uh, maar ik, ik heb de tekst wel. Mm -hmm. um, misschien moet ik zelf nog een keer een, ja. een website in elkaar boksen. Op sport dat staat dat nog redelijk... Ja. Um, nu, ik heb, oh, nee. gewoon ook, ik heb sowieso al met dat idee um, gespeeld, omdat ik krijg nu wel heel vaak nog de vraag van hoe ben je er het nu nadien mee omgegaan? Of, of ja, hoe, hoe gaat dat nu in zijn werk? Of hoe beleef je sport nu bijvoorbeeld? Um, dus ja, misschien uh, Komt er wel nog een keer een blog aan of zo. ik weet het niet. Um, ja, nee, maar toen, dat was... Uh, nu, dat was wel nog een tijdje na Berlijn. Want Berlijn okay. was... Um, wacht een keer, het, was augustus 2018. Um, maar ja, dus daar gewoon, ja, die wedstrijd ook. Ik kon echt geen vuist maken. Ik liep daar zo, ik, ik voor mij ook zo heel gelaten. Zo. Dat was zo, ah ja, oké, okay, ja. alleen nog twaalf rondjes. Uh, dat, dat gaan we nog lukken. En, uh, nadien wist ik ook zo totaal niet zo goed wat er was gebeurd. Um, en toen was ja, wel het eerste moment dat ik, dat ik echt ook dan... Uh, allee, ik heb tot s'nachts met mijn coach zitten uh, praten en um, ja, ook wel gezegd dat het er speelde gewoon. Allee, want hij, hij wist wel dat ik aan het worstelen was, he, dat sowieso. Um, maar er, er waren heel veel dingen die ik, ik verborgen hield voor iedereen. Uh, inclusief mijn, mijn coach en mijn mama die toch wel het dichtst bij me stonden. Um, dus uh, ja ik denk dat dat wel belangrijk is geweest uh, dat ik dat toen aan hen uh, verteld heb um, dus ja ik heb dan opnieuw ik ben op vakantie geweest ben teruggekomen ben terug beginnen trainen want uh, toen heel heel veel problemen met mijn enkel ook gehad um, uiteindelijk ja dan dacht ik van oké okay, nu uh, nu kan ik verder um, maar dan ik denk 2019 was ik dan op mijn laatste stage in Portugal um, ik denk dat dat was met Sofie van Akkom was mee, de PG was mee, uh, want ik weet nog, ik had met de PG naar de koers zitten kijken um, over de middag en we gingen uh, in de namiddag voor een tweede training en ik voelde echt superveel pijn. Um, zo, ja, niet mijn onderrug, maar zo nog lager, zo mijn bill of zo en ik dacht, wat is dat, maar ja, half uurtje loslopen, dus ik zeg aan mijn trainer, ik zeg, ja, ik heb... Ik heb echt euh, zo plots, uit het niets, zo echt een pijn en zo. Ik ja doen, we gaan nog een paar versnellingen doen en dan is het gedaan voor vandaag. Dus ik zit daar nog wat versnelling te doen op de piste. Um, maar ik had echt heel veel pijn en dan bij terugkomen, um, ja, breek dan dat ik een uh, stressfactuur had in, in mijn sacrum, mijn heilige been. Um, en toen zat ik bij de sportarts en ik vroeg hem ook zo, van ja, waar, 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 waar komt dit? Ik heb rustig opgebouwd en, uh, ja, toen confronteerde hij mij ook wel met het feit dat dat uh, ja, wellicht nog een restant was van gewoon jaren, uh, ja, jaren op een of andere manier toch onder voeten zijn door in verhouding met wat ik deed gewoon te weinig binnen te krijgen. Um, dus ja, dat was voor mij zo, allee, zo de zoveelste blessure, de zoveelste um, ja, tegenslag eigenlijk. Um, en dan was het denk ik in mei of zo 2019. En ik kwam terug van een training, waarschijnlijk weer aqua of zoiets, um, hey, hey. Um, behoorlijk verontwaardigd of zo, omdat ik ook wel merkte van, ja, ik ben niet de enige die ermee worstelt. En op een of andere manier kunnen we er precies toch niet over praten of zo. Of is er geen plaats voor. Um, en ik had die tekst, denk ik, een week ervoor gewoon eens een keer geschreven, maar zo zonder intenties om daar iets mee te doen. Um, en ik kwam van die training en ik heb daar nog één zinnetje uh, aangebreid en dat online gezet. Um, en ik weet dat nog goed. Ik zat in mijn zetel en uh, ik woonde toen nog in Leuven. En ik denk, dat stond daar nog geen twee minuten op. Dus zo, na, Ze zat nog niet de tijd waarin dat je dat kon lezen en de reacties stroomden zo al binnen. Ik dacht, wat is dit? Ik had dat totaal niet zien aankomen dat dat zoveel ging teweeg dat daar zoveel reactie ging opkomen. komen. Um, dus uh, ja, het was best intens eigenlijk. En um, de weten die daarop volgden. Maar goed, ja. Nou, voor de luisteraars, wat er allemaal ingezet in gezet in je boek? Um, oh, in nu, grote lijnen. Nu moet ik moet zelf wel een keer goed nadenken. Um, ja, wat heb ik daarin gezet? Um, ja, ik denk dat, denk dat ik daarin vooral uh, geschreven heb over um, um, ja, de struggles die ik had op dat moment met mijn voeding en met mijn gewicht. De, het, was het was vooral dat, denk ik. En ergens een beetje de... Um, ja, zo... Um, ja, van, ik zeg het vanuit een bepaalde verontwaardiging van... We zijn met zoveel. Want ja, om een duur merk je dat op ook gewoon. Uh, en nu, is wordt, die Je patronen bij anderen, bedoel Ja. Of? ja. Um, dus, ja. Zo een beetje van, vanuit een bepaalde verontwaardiging. En ook met het idee van... Oké, okay, um, als ik... Door dit te delen, ook maar iets kan betekenen voor één iemand, dan, 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 dan is dat al heel waardevol. Uh, maar dat was niet ergens met de intentie. Ja, want er is heel veel op gevolgd, en dat was zo niet echt met de intentie om uh, per se een zwaar statement te doen of, 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 of weet ik veel. Dat was eigenlijk. Want ik ben zeer, meestal zeer beredeneerd. En ik denk veel na over dingen. Maar dat is iets dat ik zo impulsief gedaan heb. <laughs> um, dus uh, ja. Ja. Heb je er spijt van gehad, op een bepaald moment, hmm. dat je dat gedaan had? Nee, spijt is niet het juiste woord, maar achteraf gezien, dat, het was wel intens hoor. Want ja, je kreeg dan heel veel um, berichtjes. Um, op een zeker moment ook, ik kreeg ik heel veel uh, mails ook binnen met uh, ja, mensen die een stuk van hun verhaal delen. En ik, ik ben op een zeker moment moeten stoppen, want de, de traan die stroomden over mijn wang, dat was zo... Ja, en ook ergens zo van... Ik vond dat zo pijnlijk en zo jammer dat zoveel mensen dat moeten meemaken. Uh, dat vooral. Maar um, ja, ergens was het ook wel mooi, hè, als er dan mensen zeiden van ja, uh, mijn, mijn zoon kwam het zo toon in hey, hun blog en we hebben de dag nadien we naar de psycholoog gebeld en, en het gaat beter en zo. Ja, dat is wel... Ja, dan denkt je zo van oké, okay, ja, dan is het oké okay, of zo. Um, ja. ja. Dus het was voor mij wel heel intens om allee, qua ervaring en zo. Vooral omdat... Um, ja bleek voor mij toch ook nog maar de eerste stap in een heel lang proces. Ja. Terwijl dat veel mensen wel zoiets waren van, oké okay, ja, the word is out. Um, de... eerst, eerst laat ze mij af of... Ja, van voilà. hey, dit, dit is het dan, en dan al zo van... Um... Want we waren dan nog bezig mee, met terug te lopen? Of, of... En wel, ja, nee, ik was toen eigenlijk aan het revalideren van die stressfractuur. Want ja. toen was ik wel, ja, toen in Portugal was ik, uh, ja, was ik wel terug aan het trainen, ja. ja. Uh, op het moment dat ik die fractuur kreeg, dus toen, toen, was er, uh, allee, toen was er echt wel nog de intentie om op hoog niveau, uh, om op hoog niveau te presteren. Um, maar goed, ja, dan, dan, dan kwam dat allemaal en dan was zo inderdaad de perceptie van, alright, um, nu kun je er weer tegenaan. Um, en misschien had ik dat zelf um, ook Arie dacht ik dat misschien zelf ook nog. Zo van: uh, oké, okay, nu ga ik, allee, ik ga ermee leren leven en dan gaan we verder. Um, maar dat was toch een serieuze foute inschatting eigenlijk. Ja. Ja. Maar ja, op dat moment uh, besef je dat dat zo niet hè. Nee. Ja, ja mooi. Hoe, hoe, hoe ziet het proces dan verder eruit? Want je zegt eigenlijk dat... Ja, pas jaren later zag je. Ja. Je er echt mee aan de slag zeg, gegaan? Goh, um, ja, de zomer van 2019, dan, dan. Na zoveel weken, alternatief trainen, mocht ik terug beginnen lopen. Was er ook de intentie om terug te starten in de cross um, in oktober. Um, maar op dat moment voelde ik zowel zo'n bepaalde afstand komen met mijn trainer. Um, ik heb daar heel graag mee samengewerkt. Die heeft heel veel voor me gedaan. Um, ik ging... denk ook, weet je, als mijn papa gestorven is, dan is dat ook wel... Um... Allee, heeft hij heeft echt wel gezorgd ook voor mij. Dus wij hadden persoonlijk een persoonlijk heel sterke band. Um, maar op dat moment voelde ik zo een afstand komen, omdat ik ja, me misschien niet helemaal begrepen voelde. Of gewoon, ja, ik zat gewoon muurvast. Dus ik, had, mm -hmm. ik, ik merkte gewoon, van, ik moet iets veranderen of zo, in, in hoe, hoe dat ik het nu doe. Um, dus uh, ja, ik heb dan eigenlijk onze samenwerking stopgezet. gezet, zeer moeilijk was, um, maar ik wist het gewoon ook even niet meer en ik, allee, ik had nood aan verandering van um, een beetje omgeving, van mensen rond mij um, en dan uiteindelijk uh, ja, was ik eigenlijk uh, in samenwerking gegaan met Energy Lab, met Paul van den Bos toen um, en ja, eigenlijk ging het normaal gezien, dus de cross start, maar dan een week ervoor ben ik geblesseerd geraakt. Um, en toen was het wel nog altijd. Ja, ik voelde mij gewoon niet goed in mijn vuil. Um, ik was toen wel al bijgekomen. Dus laat ons zeggen dat ik op een gezond uh, BMI zat. Maar ja, BMI is bullshit. Maar mm -hmm. allee, op zich was ik zo gezegd wel gezond. Maar ik voelde mij zo slecht. Uh, um, en ik had nog altijd een even zware eetzoone, als wanneer dat ik nog uh, zo gezegd ondergewicht had. Um, maar alleen was dat misschien minder zichtbaar of zo. Um, maar het was, ja, ik voelde mij heel eenzaam, het was donker in mijn hoofd. Uh, het ging gewoon echt niet goed. Um, en toen, een beetje onder impuls en een serieuze schop onder mijn kont van wat uh, van, uh, van vrienden en zo, um, ben ik dan eigenlijk bij de mensen van EetExpert geweest. Dat is eigenlijk een kenniscentrum voor, uh, voor eetstoornissen. En ik had met Renzo zo al een keer een infosessie gedaan voor, uh, voor de val. Um, en ik, ja, ik ben naar daar gegaan ik heb, ik heb ook al gewoon alles op tafel gegooid en gezegd van kijk, ik, heb echt, ik ben al een paar jaar zelf aan het proberen om hier vanaf te geraken. Het lukt mij niet, ik zit muurvast. Um, en dan hebben zij mij eigenlijk doorverwezen naar een therapeut die gespecialiseerd is in eetstoornissen. Dus niet meer met een sportpsycholoog, maar specifiek voor eetstoornissen. Um, en, uh, ja, ondertussen uh, hadden we ook beslist om quadtraining. Uh, om dat ja, ja. had uh, Paul ook gezegd, van stekker eruit. Uh, het heeft toch geen zin op dit moment. Um, en dan ben ik eigenlijk aan die therapie begonnen. En uh, ik weet nog dat ik tegen mijn therapeut zei, ik zeg ja, hoe vaker dat ik naar jou kom, hoe minder dat ik aan het lopen ben. Dat was ongelooflijk zwaar. Ik denk, van al de dingen dat ik tot nu toe al gedaan heb in mijn leven, is dat het zwaarste dat ik ooit heb gedaan. Dat was zo intens, dat is, ja... Dat is, echt, uh, dat is echt wakker worden. Of, uh, ja. Het zijn. Um, ja, met je ogen open door de shit. Ja, van... Maar dat... echt los erdoor gewoon. Los erdoor. En het ding is ook, um, ja, op dat moment was het voor mij vooral uh, ja, een zaak van te ontdekken van ja, wat, wat, wat doet die eetstoornis eigenlijk in mijn leven. Hè? Want dat was de vraag die ik kreeg. En ik zei ja. Nou, weet ik ik veel, anders zou ik hier niet zitten waarschijnlijk. Um, um, en en dat, was, dat was vooral belangrijk, want ja, je zou denken dat is iets heel negatief. Maar hij zei ook van, ja, het staat jou in de weg om datgene te doen wat hij het liefste doet, lopen. Dus, dus er, het moest zijn dat het je ook nog veel, voordeel, allez, veel voordelen oplevert. En ik dacht van, dat kan toch gewoon niet. Maar dan, ja, dat gaan ontdekken en daarover nadenken, dat was mij ja, gewoon vast. Dat was... Mij als je 24 op 7 bezig bent met wat je eet, met je gewicht, met hoe dat eruit ziet, dan schiet er niks meer over om uh, ja, geconfronteerd te worden met het gemis dat je ervaart, met het verlies dat je hebt ervaren. Dat, is, ja, dat, was, dat was mijn. Uh, ja. Mijn afleiding, zeker, geweest uh, al die jaren. Dus ja, ik, dan moest ik er plots wel door. En dat is, en dat is misschien ook iets, ja, mensen gaan va uh, snel zeggen: zo van, um, voor mensen met een eet, zo van, oh ja, eet gewoon wat meer. Hè. Of als je bulimie hebt, van, ah ja, eet gewoon wat minder. Of, oh ja, is het zo. Maar het gaat helemaal niet over wat je eet. Het gaat uh, vaak over iets dat eronder ligt. En, maar ja, je moet wel klaar zijn om die confrontatie ja. aan te gaan. En ik was daar lange tijd niet klaar voor. Terwijl toen dacht ik van, als ik dit nu niet doe, ja, dan ga ik er voor de rest van mijn leven mee rondlopen. Ja. Dus ik uh, ben wel blij dat ik het toen gedaan heb. Maar ja, natuurlijk, als, je, als ik toen wilde beslissen van, ik wil hier volledig van herstellen, dan was dat ook tegelijk de beslissing nemen om mij gewoon vast los te laten. En dan is het... Zo precies of dat je zo'n vrije val aan toen zei. Ja, je hebt geen gauw vast niet meer. Hè. Dat is super beangstigend gewoon. Dus um, ja, dat is wel uh, heel intensief geweest. Dus al was in het begin was dat elke week. Um, ja, ondertussen was ik wel al beginnen werken. In september 2019 ben ik beginnen werken bij RunningShep. Al um, alle geluk dat ik dat nog had om meer dan half tijd mee bezig te houden. Mm -hmm. En voor de rest was ik wel, ik was wel nog, nog veel aan het sporten. Maar, um, maar niet meer op een gestructureerde manier. Um, en zo is dat eigenlijk verder gegaan en dan uh, langzaam ja, je begint al wat meer te werken. Ik um, ben er wel weer wat te lopen en dat, dat, dat was leuk eigenlijk. Uh, daar had ik echt terug plezier in. En dan uh, ja, wat was dan weer een uh, jaar Achillespees en nu ben ik bijna al een jaar met, mijn, met wat ITB-klachten op de sukkel. Um, en dan, nu pas, afgelopen september 2023, heb ik na drie jaar en een half, um, zei mijn therapeut van, uh, heb mij niet meer nodig. Ik wil je nooit meer zien. Ik zeg, het is goed. <laughs> ja. Dus, uh, Ja. ja. Je, maar je kunt er ook wel volledig van, van genezen of, van, 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 of, of is het gewoon een manier vinden om ermee om te gaan en de dingen. Herkennen? Ja, ik denk dat wel vooral uh, dat is. Want dat heb ik mij ook wel zo heel dat proces afgevraagd: had er zo ooit een dag zijn waarop ik kan zeggen, zo van, en nu ben ik volledig genezen of zo. Ja. Um, ik denk het wel voor mij, een graadmeter is altijd, allee, of zo, ware meter is voor mij altijd geweest van um, hoeveel impact heeft het nog op mijn dagelijks leven. Um, uh -huh. In die zin, um, er zijn periodes geweest waarin dat, ik, dat een drempel was voor mij om te gaan sporten, omdat ja, er zijn wel wat mensen die je kennen en die je gewoon zijn van te zien in je mega afgetraind uh, atletenlichaam. En dan, ja, mijn, mijn lichaam is enorm veranderd. En dan was dat voor mij soms echt een drempel om buiten te gaan sporten met het idee van, ja, mensen gaan mij zien. En, maar ik kan dat soms nog hebben, maar het verschil is dat ik nu gewoon toch ga. Ik ga gewoon gaan sporten. En, ja. en dat is zo. En ook met eetmomenten of zo. Vroeger met vrienden, als ik niet wist wat ik ging kunnen eten, of het ging te laat zijn, of weet ik. dan ging ik gewoon niet mee. Terwijl nu, ik, nu ga ik gewoon mee. En, dus dat is voor mij zo altijd de ding geweest van hoeveel impact heeft het nog op mijn dagelijks leven. En nu is het zo, in stressvolle periodes, um, ja, komen bepaalde patronen wel terug, maar ik ben, er, ben me er gewoon super bewust van, allee, veel sneller bewust van en ik heb de tools om ermee om te gaan. Ik denk dat dat ja. het verschil is. Ik vind dat dan niet zo belangrijk of dat ik kan zeggen Ik ben volledig genezen of niet. Um, ja, ik kan naar mijn gevoel nu wel een normaal leven leiden. Um, ik ben gelukkig en, Allee, ja, weet je zo. Ja. Um, dus ja, maar voor mij is dat wel een super grote overwinning. Um, ja, en op zich achteraf gezien ook wel een, een, een leuke ontdekking of zo, want het is pas achteraf dat je beseft hoeveel, ja, dat is toch verschillende jaren zo, dat heel veel dingen wel overschaduwd geweest zijn door die eetstoornis of zo. Ja. Um, ja. voor het, ik, ik moest zoals voorbereiding op mijn therapie moest ik um, een boek lezen, dat ging dan ook over, uh, over eetstoornissen of over bulimie, ik weet het nu niet meer. Um, en er was zo'n passage en ik, ik las dat zo en je hebt al de fysieke gevolgen ervan, uh, uitblijven van menstruatie, voor ik mijn haar groeide niet meer, zo'n zo ding. Maar dan was er een stukje zo ook over het feit dat zowel uh, het, het karakter zo van mensen ook wel zo kan veranderen en dat is dan zo doorheen het herstel of zo, dat dan zo de, laten we zeggen, ware persoon terug naar boven komt en op een of andere manier had mij dat wel heel hard getriggerd en was ik daar heel benieuwd naar van ja, allee, zo van, hoe gaat dat dan zijn voor mij? En ik denk dat is ook nog niet zo heel lang geleden, uh, anderhalf jaar of twee jaar geleden, had ik zo'n moment zo en ik dacht: zo, Ja, dit is het gewoon. Ik ben eigenlijk best een, heel, een vrolijk positief persoon. Maar toen dat was altijd zo. Ik was zo de doorzetter, de realist. Um, ja, also altijd. Ja, misschien ook niet zo heel spontaan of zo. Um, en, en nu zo, ja, dus. Dus voor mij is dat zo wel een vreed of zo. Van, um, ja, ik voel me zo wel een beetje bevrijd of zo. Ja. Ja. In ieder geval, heeft die topsport die is getriggerd? Of denk je dat als je ge, geen sport hebt, dat dat zich op een andere manier had? Of, of denk je daar zo niet over na? Ja, jawel, tuurlijk. Ik heb, ik heb die vraag al nogal gekregen, hoor. Um, ja, ik, ik weet het niet, niet zo goed. Nu, het is wel zo, ja, op zich... Uh, laat ons zeggen dat ik wel het profiel had. <laughs> um, allee, voor die, allee, om een allee, er zijn zo bepaalde karakteristieken, zoals bijvoorbeeld perfectionisme en zo, um, die zo wel je wel wat gevoeliger of kwetsbaarder maken, denk ik, um, om een zo'n eens te krijgen. Maar het is wel binnen de sportcontext dat dat wel. Ontstaan is en gegroeid is hoor. Dus ik, ja. ik weet, kan niet met zekerheid zeggen dat als ik geen topsport had gedaan, dat ik geen eetzoonus oh. gehad had, hebben, maar ik denk dat de kans nog veel kleiner was geweest, omdat er, um, ja, omdat er ook wel heel veel aspecten zijn in de topsportwereld die, die triggerend kunnen zijn, anders zouden we met zoveel niet zijn. Nee, nee, nee. Klopt. Ja. ja. En, was er iets dat je nu zegt van dat dat mij toen kunnen helpen, of, of dat dat. Had... Goh, ik al, vind al, al, dat moeilijk want al, al. nu is dat gemakkelijk gezegd mm -hmm. maar op dat moment weet ik niet of ja of, of dat ik daar iemand wel over in vertrouwen genomen heb ik weet dat niet maar had je je hun eigen blog gelezen toen je ervoor hem geschreven had ah ja had dat u? Je... ja 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 daarom heb je hem ook, ook geschreven ja, ja, mis ah, ja. ja misschien wel vanuit die ja dat je toch dan dat je ineens wel die spiegel voor, voor... Ja, maar en, 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 en ook ergens gewoon zo de, de herkenbaarheid en um, zo ook net dat idee zo van: ik ben, ben, ik ben niet alleen of zo. Nee. Want dat is op een duur okay. ook. Door, doorheen mijn carrière heb ik wel meer dan eens um, wel een beetje de boodschap meegekregen van: Ja, je bent mentaal niet sterk genoeg om aan het voor te doen. Dat was eigenlijk toen. Al in mijn uh, atletieclub, als ik het niet meer omgezet kreeg in wedstrijden. Maar het was waarschijnlijk omdat ik gewoon overtraind was. Allee, of te veel op Weersland werd getraind. Maar daar kwam die boodschap al. En ik ken mij heel goed uh, een gesprek met Sport Vlaanderen. Ja, nu kan ik je dat allemaal vertellen. Ja. Ik, heb er, ik heb dat niet meer nodig. Maar de, ja, je zit daar dan als jonge atleet. Um, en wie zat er allemaal bij? Dus de persoon die dan eigenlijk jou... Dossier moet verdedigen bij de, die, bij de mensen ja. die over je contract uh, vertellen. Met een trainer, um, de topsoortcoördinator van toen en iemand van BOIC. En dus je moet dan een heel jarenplan opstellen. Wij doen dat allemaal met onze doen en. Uh, en dan is meestal, ja, de taskforce vindt dat dan al zo niet, niet, niet goed genoeg gemikt. Maar ja, wij wilden rustig onze opbouw doen. Maar goed, ja, daar was dan geen ruimte voor. Maar dan zit je daar, je hebt geen al te goed seizoen gehad. Uh, denk in 2017, ja, ik had rugklachten gehad. Dus dat was echt geen, geen goed seizoen. Um, en dan zowel de persoon van de BUC als je topsportcoördinator, die daar eigenlijk moest zijn om jou te ondersteunen, die sturen erop aan dat je klachten <laughs> psychosomatisch zijn. Dat was zo, ja, misschien moet ik een keer... Moet ik een keer gaan samenwerken of een keer gaan spreken met een sportpsycholoog? Maar ja, dat zegt u dan tegen een jong persoon die net een slecht seizoen heeft gehad en die eigenlijk al met een sportpsycholoog samenwerkt. Dus ja, ik voelde mij echt zo klein als ik daar buiten ging. Want eigenlijk zeggen ze dan: we geloven uw blessure niet? Ja, wel. Dat gevoel kreeg ik zo toen wel. Terwijl op dat moment, ja, wil je gesteund voelen natuurlijk. En. Mijn trainer was er wel altijd en daar uh, heb ik altijd heel veel aan gehad. Um, en nog veel mensen rond mij, mijn familie en zo, en wel vrienden. Um, maar, maar toch, ik liet dat veel te veel binnenkomen ook, okay, zo'n ding. Dus ja, op een duur begin je dat dan zo ook wel een beetje te geloven of zo. Ik had dan ook, allee, natuurlijk als je zo'n blog schrijft en... Of, Oh, en je doet dan nog interviews daarover. Daar kwamen zeer veel positieve reacties op. En dat is soms echt hartverwarmend, eigenlijk. Maar daar komen sowieso ook negatieve reacties op. En dan... Ik weet ook wel, als ik dan niet meer te zien was op, uh, in competitie... Ja, weet je wel. Tegenwoordig heeft iedereen zijn mening klaar. Ze is overtraind. Uh, of ze is mentaal niet sterk genoeg, of weet ik veel. Of, um, ja, en dan, dan begin je daar zo wel een keer over na te denken, natuurlijk. Maar dan... Ja, ik ben dus niet de enige. Hè? Dus dat ligt ook niet alleen aan mij. Nee. Dus het ligt sowieso ook aan dingen die in onze omgeving um, gebeuren. Of hoe dat er ook met de atleten wordt omgegaan. Of hoe dat zaken rond voeding en gewicht worden gekaderd. Um, ja, en gelukkig weet ik ondertussen zelf wel al dat ik. Ik sta sterk in mijn schoen. Um, anders zou ik heel dat proces niet zo doorlopen hebben. Nee. Um, ja, en dat is het ook. Hè. Op dat moment voor mij. Uh, en dat is misschien iets wat mensen ook wel vergeten. Toen was de perceptie van: uh, oké, okay, uh, ze komt niet meer terug, uh, ze heeft de top of ze is niet sterk genoeg, of weet ik wat, veel, wat dat allemaal was. Um, maar wat veel mensen niet beseffen is dat op dat moment voor mij uh, kiezen om die confrontatie aan te gaan, was de moeilijke keuze. Het was veel gemakkelijker geweest om, nog even, allez, om te blijven doorgaan. En om, uh, dus dat is ook zo'n foute perceptie zo van. En die had ik zelf dus ook, hé. herstellen van, van een eetzone, dat doe, je niet. dat doe je niet op een paar weken tijd. Dat je ja. erover, eh. Maar je moet daar klaar voor zijn en je moet daar wel sterk genoeg voor zijn. Ja. ja, die een blok schrijven is juist teken dat je mentaal sterk bent, denk ik dan. Anders. Ja, ja nu, ja, nu dus zie ik dat is... ook wel zo. Maar ja, natuurlijk, mensen hebben altijd hun eigen idee daarover. Maar um, ja, dat is zo'n onperse... En misschien is er is daarvoor een stuk ook wel dat taboe over die eetzone is dan misschien. Uh, ja, dat, het, dat mensen het zien als een zwakte of zo bij een topsporter. Terwijl, ja, zo, zo zit dat toch helemaal niet in elkaar. Um. Je geeft je eigen volledig bloot eigenlijk. Hè? Ja. Allee, de, 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 je stelt je super kwetsbaar op ja, door dat hey, te schrijven. Ja. Ja. Maar dat is ook iets. Ja, dat is... Uh, iedereen zou de boeken moeten <coughs> lezen van Brené Brown. Ken jullie die? Nee. Die doet zo onderzoek naar uh, onderwerpen zoals... Uh, Moed, kwetsbaarheid, zo, zo van die dingen. Um, ik, wacht, ik heb een boek van haar gelezen. De moed van imperfectie. Zeer relevant voor mij. <laughs> um, maar ook zo, ja, dat gaat, dat gaat ook over, over uh, terugrecht staan, dat tegenslag en zo. Um, ja, superboeiende zaken, dat zij wel vertelt. hoor. datzelfde voor het met zaken zoals uh, schaamte bijvoorbeeld. Hey, vaak gaan we over zo'n ding niet praten omdat we ons daarvoor schamen of zo. Maar ze, ze heeft ook zo'n uitspraak: zo van, dat schaamte eigenlijk veel van zijn kracht verliest als je het uitspreekt, als je erover spreekt. En dat is ook wel effectief zo. Zo'n zo ding. En je kwetsbaar opstellen op zich, ja, door dat te doen, hebben voor mijn vriendschappen ook echt wel extra dimensie gekregen. Werd ook aanstekelijk. Hè? Als je je kwetsbaar opstelt, gaat de ander ook veel sneller de neiging hebben om dat ook te doen. Ja, natuurlijk. Ja. En dan natuurlijk, ja, dan kun je dan kan je er ook veel meer zijn voor elkaar en elkaar wat meer ondersteunen en, en, uh, en veel zaken, nu. Ja. Uh, in, in topsport, ja, gewicht is superbelangrijk. Ja. Um, dus ik kan me ook inbellen dat het soms wel een dunne lijn is, dus... Uh, ja. En, en dat, het, dat het voor je opviel en dat je dacht van oké, okay, ben ik ben hier niet alleen die mee struggelt, maar ik zie nog anderen, um, omdat je er zelf mee struggelt, het ook sneller ziet. Mm -hmm. ook, 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 wat kun je dingen herkennen? Wat is er, er oké, okay, wat is er niet oké? Okay? Ja, dat is natuurlijk nu moeilijk nee Want het is ook, ja, ik ga het niet ontkennen dat gewicht belangrijk is. Nee. Alleen met het gewicht dat ik nu heb, ga ik geen toptijden meer lopen. Um, dus het is wel belangrijk. En het is ook normaal wel, vind ik, dat je er als sporter mee bezig bent. Ja. Dus. Het is ook niet vanaf als je er wat te veel mee bezig bent dat dat daarom een probleem is of zo. Ja. Um, maar um, ja, ik, heb, ik denk vooral aan, aan zaken zoals um, ja, wat ik daarnet zei, de impact ook op het dagelijks leven. Wat, wat is niet oké okay, is dat je alles van bijvoorbeeld sociale contacten laat omdat, er, omdat je dan op dat moment geen controle hebt bijvoorbeeld over over wat je eet, um, als het dan gaat over fysieke aspecten, bijvoorbeeld bij vrouwen, maar ook bij mannen, dat zijn al de hormonale processen. Nee, dat is eigenlijk iets dat ik, ik nu zo van heb. Dat, dat moet een rode vlag zijn. Um, allee, bij mij wordt het dat is denk ik vijf jaar of zo geen manzon heb gehad. En ja, als was een sportarts en die zei van ja, er is nog wel dus Zolang dat je botensiteit oké okay is, is het prima. Maar ja, nee, is niet oké. Okay, dat is ergens een signaal. Alleen. Een, ...een teken dat er, dat er iets niet helemaal in orde is. Ja. Um, dus dat zijn wel dingen, denk ik, dat we... Uh, allee, en er zijn heel veel sportartsen die daar, wel, uh, allee, die daar wel heel hard mee bezig zijn... ...en daar ook echt wel op letten. Um, maar dat zijn zo bijvoorbeeld dingen uh, slaap. Ik sliep op een jaar tijd misschien twee nachten door of zo. Echt? Echt waar. Terwijl nu, ik, ik had nooit gedacht dat ik zo ging kunnen slapen. Dat is... Dus, ja... Dus also, slaap, uh, hormonale processen, dat zijn zo wat uh, objectievere dingen waar je zo wat uh, kan naar kijken, natuurlijk. Maar, dat, maar het, het moeilijke is gewoon als het. die lijn van iemand die voor zijn sport wat maniacaal bezig is met zijn voeding, naar. en dan iemand die echt een eetzoon heeft, dat, dat het moeilijke is dat dat vaak gewoon zo onzichtbaar is. Ja, want. Ja, ik ik weet niet hoe, hoe lang dat jij geslapen hebt en hoe nacht geweest is natuurlijk. Misschien liep je wel acht uur in je bed, maar we zaten gewoon de hele tijd wakker geweest en zo. Dus. Ja, ook al. Ik wil ik ja. wel denken, je zit in een trainingsgroep en je ziet iemand en ja, hoe, kun je, hoe kun je zien van oké, okay, dat is hier niet oké. Okay. Ja. Wel, hangt er dan ook van af, van ja, hoe, hoe, ja, hoe is de band ook tussen de mensen? Want dat, dat is natuurlijk oké, bij een topsport. en vaak houden we. Allee, ons misschien wel sterker nog voordoen dan dat we misschien zijn. Maar als je natuurlijk op het punt kan komen dat je in een groep belandt waarin dat je wel kwetsbaar kan opstellen en dat, er, dat je ook voelt dat dat een veilige omgeving is om dat te doen. Want ja, je, kan, je gaat dat alleen doen bij mensen met wie dat je, allee, die je vertrouwt en waar dat je ook voelt dat je zonder oordeel benaderd wordt. Um, ja, dan gaat dat misschien wel sneller ook gewoon gebeuren dat iemand gaat vertellen over het feit dat die niet goed in zijn of haar vel zit. Maar ja, het is gewoon heel moeilijk. Hè. Het, is, het is gewoon vaak niet zichtbaar. Hetzelfde moment dat ik dan wat bijkom in gewicht, dan, hè, dus zo, niemand die, allee, weet wel, dan ziet het er allemaal prima uit. Maar van mij qua gevoel had ik me nog nooit zo slecht gevoeld. Dus dat, dat is gewoon het moeilijke. En ik denk, ja, ik heb dan gewoon geluk gehad. Um, allee, geluk, omdat ik dan de moed had om me kwetsbaar op te stellen, heb ik uiteindelijk wel een paar mensen gehad in mijn omgeving die, die daarin wel veel betekend hebben. Um, om daar te kunnen over, over spreken, natuurlijk. Um, ja, ik denk dat je ook dicht genoeg bij iemand moet staan. Ja. Als je er iets over zegt, dat dat een impact heeft. Want ja, ja. stel, ik, ik, ik kom je eens tegen aan de vaart en je gaat ja. lopen. En ik zeg: zeg, ja, Is dat hier nog wel oké? Okay? Ja. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, het het niet. Ja. Uh, nee, nee dat, is, dat is waar. En het is daarom ook: Ik vind dat we ook wel heel voorzichtig moeten zijn met, uh, met te zeggen van die of die heeft een probleem. Ja, je weet het gewoon niet. Dat is het gewoon. Ja. Het enige dat je dan, vind ik, kunt hopen voor die persoon is dat er in de entourage voldoende ja, veiligheid en vertrouwen is om, ja, om te kunnen spreken met iemand als, als het nodig is. Of als iemand er inderdaad zo dichtbij staat dat hij bepaalde signalen kan opvangen. Ja. Bijvoorbeeld sociaal terugtrekken is denk ik sowieso wel iets dat vaak ook opvalt. Uh, slecht slapen of, of inderdaad gewoon zien dat mensen misschien ook gewoon niet meer zo helemaal hunzelf zijn of zo. Ja. Um, dat zo. ja. Dat zie je dan, als je die persoon goed kent, gaat dat denk ik wel meer opvallen of zo. Ja. Ja, ja ik, ik heb uh, Sebastian Kiel, een triatleet, die, die schreef zo een jaar geleden, schreef hij iets over, over uh, vermageren en diëten en zei, je zou dat eigenlijk maar moeten beginnen doen als je dertig gepasseerd bent, want... Dan, dan kun je dat mentaal ook veel beter aan, en, en kun je dat wat, wat makkelijker kaderen. En ik vond dat daar wel uh, een deel waarheid in zat van oké, okay, ja, inderdaad, als, je, als, je, als ik dat zie hoe dat ik dat vroeger deed. Als ik dan wielrenner was en zo, dat was dan gewoon niet, niet eten. En, en <laughs> totaal, ja, totaal onverantwoord eigenlijk, terwijl eigenlijk. Ja, als je, ja, één, wat is uw wedstrijdgewicht? Ja, dan moeten eigenlijk al een beetje laten bepalen van hoe ver je kunt gaan. En, en ja. Um, ja, laat u daarin, daarin begeleiden. Zoek iemand op dat daar iets van af weet. Hoe gaat het dat ook doen? Want ja, daar, en ook ja, wanneer, wanneer, wanneer is het goed genoeg? En, en, allee, ja. en da, da, dat vond ik wel ergens kloppen dat inderdaad. Ik heb nu de indruk dat ik dat veel beter kan dan als ik dat vroeger deed. Was dat, was dat echt zo kamikaze? Maar ja. en wat doe je nu dan anders of zo? Um, ik, ik probeer dat eigenlijk op mijn wedstrijdgewicht te staan voor ik aan mijn zware uh, trainingsboek, de, de laatste trainingsboek. Ah, ja, ja. Omdat ik dat heel moeilijk vind om heel zwaar te trainen en dan nog eens bezig te zijn Maar ja. ik moet hier mm. ook nog een kilo kwijt spelen. Maar hoe, hoe kom je tot je wedstrijdgewicht? Het moeilijke is, vind ik, dat je niet echt exact weet. Wat dat, dat is, toch? Nee, nee. Dus ja. ik zeg op voorhand: ik, ja, het is eerder een referentie, dat ik heb van de jaren van de wedstrijden dat je hebt gehad en dan zeg je: oké. Okay, daar, dat gewicht is oké, okay, dat zou beter zijn. Ja, ik probeer okay. dat dan zes weken voor mijn wedstrijd al daarop te staan dat ik daar niet meer mee moet bezig zijn. Mm, de, ja? la, de, laatste, de, laatste, de laatste weken. Voor, eh. voor je competitie, ja. Ja, ja mm. dus ook omdat ja, echt zwaar trainen en dan vermagen. Mm, dat, dat is ver... geen goede combo. Nee. Nee, daar heb, heb ik me ook wel eens bezwaar mm. aan mispakt. Dus uh, ja, dat, 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 is gewoon, dat is gewoon geen goed idee. Maar het is natuurlijk, ja, als je heel veel wedstrijden doet, um, ja, die, die zes weken ervoor, ja, dat is dan vaak zo in je decompressiemoment. Dat is ja. ook niet makkelijk om dan te zeggen, oké, okay, nu ga ik even... Ja, dat is wel waar. Want um, meestal op niet-trainingsdagen uh, stond er dan zo minder op mijn voedingsschema dan op de andere dagen, maar je hebt toch evenveel honger. Ja. Ja. Klopt. Ja. Klopt. Behalve als je echt een taper doet, vind ik dat je zo na, na twee dagen, is dat wel... Is, is dat wel oké? Okay? Is dat wel oké, okay? ja. Maar heb je um, zo nooit een moment gehad dat, dat je zo zelf merkte: zo van ik ben er misschien iets te extreem mee bezig? Of? Boah, ik heb zoiets in de Flair een, een test gedaan, dan heb ik een eetstoornis. Ik scoorde daar wel vlotjes, vlotjes ja, ja, ja. Maar ik, ik, ik denk toen, en ik denk dan nog altijd wel, denk dat elke topsporter. Dat is ja, wel, echt maar wel en ik, heel dicht ja aan Maar aan en ik denk leunt. ook, er moet ergens een nuance zijn, denk ik, tussen een eetprobleem en een eetstoornis. Er is nog een verschil. Eetstoornis is, is ja, echt een mentale aandoening, laat maar zeggen, of mentale ziekte. Die een enorme impact heeft op je levenskwaliteit allee, en op je dagelijks leven. Ja. Terwijl ik ken even voor het ook sporters, waarvan dat ook heel hard op het randje was, dat dat ook een heel grote impact had, maar vanaf als die dan. Uh, laat ons zeggen stopte met, met sporten of met met sport op hoog niveau was dat ook wel gepasseerd of zo um, dus ik denk dat ook, ja, ik denk dat, dat wel een belangrijke nuance is want ja sowieso ja als je ik denk dat het inderdaad als topsporter niet anders kan dan dat je er een beetje obsessief mee bezig bent ja dat, ja. dat is normaal hè ja dus, ja. bij, bij mij was soms Zeep als Tyler Hamilton, daar was een, een documentaire in over en die, die zei, als ik mag kiezen tussen EPO pakken en mager zijn, dan kies ik nog altijd voor mager zijn. Mm. En dan dacht ik, ja, lap. Dat, dat was echt gewoon, het, het is echt superbelangrijk. Ja, ja, dat is dus... een uitspraak door iemand die nog nooit een eetstoel is gehad heeft, denk ik. Nee. Ja ja, het is, ja het is, ik denk dat het zo vaak gewoon een combinatie van van allee, bijvoorbeeld ik had er gewoon al wat het profiel voor komt dan in een context die ja waar, waar dat, waar waar dat het heel te het opbrengt, opbrengt misschien ook om ja dat is mee te doen, maar he? dat is ook zo hoe is dat ook bij mij begonnen um, ooit een keer een vetmeting gedaan als het naar Leuven kwam mm -hmm. um, en dat was ook zo van dat was goed en dan zeiden ze ja na de zomer toe kun je zo maximaal nog één kilo afvallen. Dan gaat uiteindelijk je, je, gewicht, uh, je vetpercentage wat zakken. En dan mag dat wel voor te pieken. Uh, ja. En ik heb dat al zo in mijn hoofd gezet. Zo van, ah, oei, ik ben, ben te zwaar. Want tot dan toe ja, ik had ik gewoon thuis mee. Uh, Alleen normale kosten en zo. Um, en dan ja, ben je zo van alles te proberen. Zo minder koolhydraten, minder vetten zo van die dingen. Maar ik verloor altijd mijn gewicht. Maar, maar mijn vetpercentage bleef hetzelfde. Dus ik verloor gewoon spiermassa. Dus ik ben toen ook wel naar een dietiste gegaan. Um, en dan kreeg ik zo schemaatjes ja, en ja, schemaatjes, ik kijk daarop hé, Dus dat was wel. Ik voelde dat dan zo heel nauwkeurig. Of dat ik dan een, een honger had of niet, ik voelde dat zo. Maar ja, op een paar maanden tijd uh, was mijn vetpercentage een serieuze, uh, serieuze duik genomen. En ja, dan voor mij was dat zo de standaard gezet. Hé, en dan was dat zo. Dan, dan, maar ja dat was al zo begin van het seizoen, en dan moesten de wedstrijden nog komen en zo. Dus, um, ja, ik denk dat ik zeg, er zijn sowieso heel veel factoren die daar een rol in spelen. Want ik, ik ken perfect atleten die ook vrij obsessief bezig zijn met hun voeding, maar dat dat geen negatief effect heeft of zo. Nee. Dus ja, dat, dat kan wel, hè? Dat is, um, Maar dan is het gewoon een kwestie voor het voor mij nu, um, mocht ik nu bijvoorbeeld opnieuw uh, aan tofsport doen, van, ik zou daar op een heel andere manier mee omgaan, omdat ik er nu de tools voor heb. Ja, maar dat, dat is het vaak, hè. Die, die worden ja, vaak ook en niet geëvalueerd. Wat zou ik anders doen bijvoorbeeld? Um, ik zou sowieso niet meer op schema eten. Uh, ik, ik weeg mezelf ook niet meer. Um, al meer dan drie jaar niet meer of zo. Um, maar ja, ik heb wel natuurlijk mijn kapstok, dat heb ik meegekregen van rond mijn training, moet ik dat doen. Ik doe dat zelfs nu soms nog uh, als ik zo'n intensieve sport heb. Maar ik weet van oké, okay, er horen na, moet ik dat doen. Uh, ik zou meer daarmee bezig zijn. Um, en uh, ja, gewoon. Um, alle dingen die ik graag doe, ook gewoon blijven doen. oké okay, keer gaan eten met vrienden, een keer dat. Um, het allemaal zo naar ja. ja. Uiteindelijk, mijn beste jaar heb ik, heb ik uh, gelopen ook. Um, als ik op zich ook. Uh, ja, ik was minder afgetraind dan de jaren nadien. Maar het, het ging gewoon omdat ik ook wel alles goed verteerde. Ja. Dus je kunt wel zo, je kunt streven hé, naar, naar een bepaald gewicht of een bepaald vetpercentage, maar op het einde van de dag, als je als je herstelt voor wat je doet, dan ga je gewoon goed presteren. En voor de ene persoon had dat misschien met een kilo meer zijn, en, maar, en voor de ander met een kilo minder. Um, maar uh, ja weet je wel, er is zoveel meer dan enkel je gewicht dat je prestatie bepaalt. Ja, ik denk zelfs dat het ervan afhangt. Het ene jaar is bijvoorbeeld ook het andere jaar niet. Nee, Soms... klopt. Alleen gaat het allee, gaat makkelijker en gaat, gaat iets gemakkelijker zijn. Maar, ja, ja. Het is, allee, soms moet je dat heel krampachtig zo de, de, ja. de laatste kilo willen verliezen. En dan ik, ja, terwijl. Poof, hoeveel energie steek ik hierin? Ja, en dan. Hoeveel energie steek je erin ten opzichte van hetgene van voordeel dat je er nog uithaalt? Ja. Want, dat denk, ja, want ik zou er voor nu durven veel meer op vertrouwen dat als ik gewoon aan mijn intensievere trainingsblokken begin. Um, en ik blijf gewoon uh, hoe gevarieerd eten dan komt dat volgens mij vanzelf al. ja ik heb mijn eerste wereldtitel behaald dan had ik ook echt het jaar daarvoor als ik ben diëtiste geweest en eigenlijk alles gewoon goed uitgelegd en bij mij was dat echt gewoon heel, heel goed omdat ik dan goed wist van ik kon echt veel harder trainen als ik mijn voeding te goed deed ja maar dat is wel een, dat is een verschil dat was echt wow ja. En dan dacht ik, oké, okay, nu weet ik hoe dat werkt, nu wil ik, echt, uh, nu wil ik nog iets mager zijn, het jaar nadien. Maar ik merkte nog heel snel: van, oh, ik krijg dat, allez, dat, dat. Dat lukt niet met dat zwaar ja. trainen en ja, ook, nog, ook nog werken. Dus ik had al heel snel gezegd: ja, oké, okay, dat, dat gaat gewoon de vuilbak in, ik ga me niet meer wegen. Ja. Ik, ga gewoon, ik ga gewoon hard trainen. En dat, dat was het uiteindelijk ook. En ik denk ook uiteindelijk: ja, je weegt nu niet meer, maar zoveel in gewicht gaat dat ook niet ges, gescheeld hebben, denk ik. Nee. Misschien dat ik een kilo zwaarder was, maar ik had wel al mijn trainingen perfect ja. gedaan en ik was inderdaad goed hersteld. En, ja, maar, ja, maar dat... op dat moment ga je er wel op een gezonde manier mee om. Ja. Hey. Ik herinner me, want ik kwam, uh, zondag kwam ik Chris Meersens nog tegen en hij zei het ook nog van... Um, dat hij, ja, wat ik nog altijd zo meest indrukwekkend vond, was um, een cross in gaan uit. En dat was... Um, om dat, ja, ik moest daar zo'n kort verslag dan nadien over schrijven um, en zegt, ja, ik kwam daar zo'n naam tegen en dat was ja, tegen veel Afrikaanse atleten en zo. Maar dat was eigenlijk zo'n cross, ik zat in examenperiode en ik had uh, twee tal weken minder getraind en dan zo ja, uit verveling al een keer iets meer heten. Dus pak dat er misschien één of twee keer bij was, meer had het ook niet geweest zijn. Um, maar ja, ik zat fris. Hé. ik had reserve. Ik heb daar iedereen naar uitgelopen. Ja, de... En achteraf gezien dacht ik: van, Hé, ik had dat eigenlijk moeten oppikken. En zo. Eh. Dus ja, ik geloof daar wel in hoor. Als je gewoon uh, fris zit en je herstelt van wat dat je doet, ah, dan denk ik dat dat nog veel meer waard is dan inderdaad al je energie erin steken om toch maar kost wat kost nog een, nog een kilo te verliezen. Ja. Maar ja, het ja. is zo van. Ja, dus voor iedereen gaat dat weer anders zijn. Ja, tuurlijk. Maar voor het ik zou weten, als ik dat nu opnieuw zou doen, ja, ik, moet ik niet meer beginnen met mij te wegen. En any, ik, moet nu, ik zou nu niet meer al die dingen moeten doen waarvan dat ik weet dat ze potentieel triggerend zijn voor <laughs> mij. Nee, nee, zwaar. Maar ja, ja. tegenwoordig is het natuurlijk ook wel het super veel data. Oh man, je echt... Je <laughs> trainer zou perfect kunnen zien hoe dat je geslapen hebt, ja. wat je harve is, wat je gewicht is. Hey, dus, ja. Um, ik, ik werk bijvoorbeeld met Coachbox en de laatste, ja. de laatste update heeft hij alle parameters van Garmin overgenomen. Um, wat dus ook wil zeggen dat mijn een trainer vanaf een, een maand geleden ineens ook mijn gewicht kan zien. En, en ja. Ook, ja, ik vond dat ook al wel zo van poeh, ja, oké. Dat is wel een beetje confronterend of terwijl hij ja. af en toe vraagt is hè, dus met het gewicht. Dan dus zeg ik oh ja, oké. Okay. We, we zitten daar of daar en nu kan die gewoon elke dag zien. Ja. Dat slapen heb, Wat bedankt. vinden jullie van die evolutie? De... Alleen bijvoorbeeld nu als je al die data hebt, dan... Ja, ik ben je dat dan niet, niet ik... meer mee. Ja, ik weet niet... Ik... Voor, voor mij zorgt dat voor een extra vorm van stress soms. Ja, al die wel. data. De... En had de, de fun van je training niet een beetje verloren? Of? Ja, ik vind wel bijvoorbeeld... Meten, is, allee, meten weten. is... Meten is toch altijd wel weten. En ik... Probeer heel hard zo nog te blijven denken van ja, gaat dat hier samen met mijn, met mijn, met mijn gevoel. Mm. Um, ja, ik weeg me elke dag, maar vooral omdat ik, omdat ik vind dat je moet kijken naar een week gemiddelde. Uh, Oké, okay, kijk, kijk, kijk dan naar de trend. En ook omdat ja, als, je, als je bijvoorbeeld echt je best aan het doen zet, op je eten aan het zet, is dat ook wel leuk als je dan ziet dat dat effect heeft. Ja, maar stel nu een keer dat je op je net en zo en het heeft geen effect. Van ja, maar ja, is dat dan niet. Ik weet bijvoorbeeld bij mij, dat duurt, dat, dat is, dat is, bij mij heeft dat zo'n vertraagd effect. Dus als, ja. ik, als, ik, als ik bijvoorbeeld uh, als ik een week laat gaan, ja, ga je het niet direct zien, maar dan die week erna komt dat. Ja. En dan, en, maar omgekeerd ook, als je echt op wet let, ja, een week daarom blijft dan denk ik, ik doe toch mijn best. En dat duurt dan even eerder dat je die, die trend ziet, natuurlijk. Ja. Mm. Hetzelfde met slapen. Ja. Als, je, als, je, als je slecht geslapen hebt, dan ga je kijken: van, oké. Okay, Klopt dat, met, klopt dat in mijn, in mijn gegevens? En, en op die manier vind ik het nog wel... Hey. Een meerwaarde. Ja, ja. ja, maar het is meer om, om te kijken... Ja, een beetje hetzelfde met een vermogenmeter op de fiets. Hè. Ik vind dat ik hard aan het trappen ben gekijkt. Ja, inder, inderdaad. Uh, of, dat je, of dat je kilometertijden tijden ziet. Ja. Maar soms valt dat uit. toch ook tegen, ook niet? Ja, maar ja. dan moeten dat toch ook weten? Die, ja. Die, die, ja, ja, ja. Die, Oh, maar ja, ik denk wel, als je in staat bent om, om, om wel nog te blijven kijken naar je gevoel, dat dat inderdaad een meerwaarde kan zijn. Maar ik kan me wel voorstellen voor sommige mensen dat dat gewoon vooral extra. Ja, dat je er gewoon zodanig veel mee bezig bent, dat dat, dat dat een bepaalde stress of een bepaalde. Ja, kan ja. Zijn. Ja. Maar is het ook niet zo dat, dat uh, iemand die, die nu uh, 16-17 is dat hij daar ook veel meer mee opgroeit en dat ook ja, veel normaal ja, vindt. Zo, ja, Terwijl dat bij denk ons ik komt wel. dat er zo ineens bij en is dat zo, oké. Okay. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, want we oh, was tot mijn uh, 16 of zo ah, nog nooit met een, uh, een hartdachmeter gelopen. Dus, uh, nee, nee, ik denk inderdaad wel dat, dat ze daar nu veel meer mee... Uh, Alleen van jongs af aan al mee, mee bezig zijn, dat dat misschien een, een normalere zaak is of zo. Maar ja, aan de andere hen. kant is zo het onbezonnen sporten ja. heel rap weg, hè. Maar het is daarom dat ik dat veldlopen ook gewoon zo, zo leuk vond. Dat is, ja. Zoals ik voor het EK in 2015 heb gelopen, ja, zo heb ik niet veel andere wedstrijden kunnen lopen. Dat was gewoon. Ik ging ik uit van, van, mijn, van mijn eigen sterkte. Ik wist dat ik goed was. Ik had goed getraind. Alles goed, alles goed verteerd. En ja, dan staat daar aan die start en dan loopt er gewoon En dat is toch, toch hetzelfde dat er is. Ja. ja. En ik wist dat ik goed was omdat ik dat voelde, dat ik goed was. En niet uh, omdat mijn data dat, <laughs> zijn, dat zijn of zo. Um, ja, dat vind ik toch heerlijk. Um, ja. Is dat je mooiste overwinning? Om... Ja, ik denk dat toch wel of zo. Ja. ja, dat denk ik wel. Omdat dat wel zo... Ik zeg, daar kwam, kwam alles zo samen. En ik denk dat dat een van de weinige momenten is um, waarop dat ik zo... Echt ben uitgegaan van mijn eigen sterkte, niet te veel Allee, Ik was echt niet bezig met wie staat er hier nog aan de start? Uh, verdien ik het om hier tussen te staan? Nee, gewoon... Ja, dat was een heel, heel, uh, ja, heel positieve ervaring, denk ik, als ik daarop terugkijk. Ja. Ja. Nou, oh, mooi. Ja? Ik heb nog een vraag. Hè. Je zegt dat, dat je die jaren... Allee. Als je op je gewicht hebt beginnen letten, je werkt samen in diëtisten, Dus je zou eigenlijk wel kunnen denken, ja, ik ben goed bezig en ik word begeleid, ja. en toch ja, loopt dat mis. Ja, en ik denk dat net daar dan ook weer is dat ja, een eetzoon is in principe ook niet alleen gaat over wat je eet. Maar op dat moment was dat wel zo. Ik probeerde van alles, dat werkte niet. Dus ik dacht ja, oké, okay, ik moet iemand, uh, re, allez, iemand moet mij helpen die daar wat, wat kennis van heeft. Um, maar dat is het dan hé. Je een, uh, op basis van je wat is het, van je vetmeting, dan zo'n schema. Um, ja, volgt dat op en ja, dat werkt hé. Ik had ook wel een beetje hetzelfde. Zo van, um, ik leerde zo rond mijn training beter eten. Dus ja, die training ging beter. Hé. Dat is. Dat zegt zot, ja. Ja, dat is echt hek, want ja, ik zeg, ik kwam gewoon van een laat ons zeggen heel doorsnee eetpatroon. Um, dus dat had voor mij een super positief effect. Um, dus ja, ik, je begint met iemand samen te werken, je voelt dat schema op. En was drie maanden later haal je zilver op het EK. En dan nog een keer, een half jaar later, word je Europees kampioen. Vetpercentage, serieus, gezakt. En ja, dan leg je zelf ook wel de link natuurlijk. Um, nu, op dat moment, als, als ik zo, zo fel gezakt, gezakt was in mijn vetpercentage, um, was zij ook wel degene die zei: van, Oh, oké, okay, ja ik denk dat ze het zelf zo niet had verwacht of zo. Dus dan zijn we wel, allee, is ze wel wat aanpassingen gedaan. Um, maar ja, dan opnieuw de perfectionisten mee was. Ik mm -hmm. ben nu zo laag geraakt. En dan, uh, dan uh, voor, ik had daar ook altijd heel veel stress voor, voor die vetmeting, Omdat ik dan wel de... Ja, ja, je wilt dat ook, dat beter is. Ja, dan dan en dan wist ik ook, ja, mijn, mijn trainer had dat zien en... Um, ja, dan ben je daar zo wel, zo wel mee, mee, mee bezig. Maar het mooie wel is dan uh, op een zeker moment dat zij um, zelf ook wel heeft aangegeven: van ik, ik, zag nog, ik zag nog atleten met lage vetpercentages waar het ook wel oké okay ging. En dan zegt ze: ik heb, misschien omdat het zo vaak voorkwam, heb ik het misschien ook iets te veel genormaliseerd of zo. Um, maar dat is ook een belangrijke nuance. Het kan perfect zijn dat er vrouwen zijn aan datzelfde vetpercentage die voor het wel nog maanden stonden en die hen er wel goed in hun vel voelen. Um, maar voor mij, en mijn lichaam op dat moment, was dat dan blijkbaar toch, um, ja, toch te laag of zo. Um, dus ja, denk, allez, weet wel, het is gewoon een heel genuanceerd verhaal. Um, maar um, allee, dat heeft me wel geholpen he, om met zo iemand samen te werken. Maar ik denk, een keer dat je zo, als je ja, vastzit in die e zo en vertrokken bent, dan vrees ik gewoon dat, uh, well, dat het heel moeilijk is om op dat moment um, om direct dat patroon te doorbreken. Mm -hmm. ja. ja, dan is het echt, echt alles even op hold zetten en dat oplossen. Um, ja, wel, ik, ik zeg, ik was eigenlijk achter de scherm ik al een jaar of vier, denk ik. Op stond. Nee, was, probeerde ik dat zelf op te lossen. Ik heb schriftjes volgeschreven. Um, ja, mezelf ook wel afvragen en zo van, waarom krijg ik dit niet onder controle? Um, maar ik denk dat ik ook lang gewoon, uh, ja, niet echt professionele hulp specifiek daarvoor heb gezocht, omdat ik ergens eerst zelf nog in de ontkenning zat. Um, mij daar dan ook gewoon heel hard over schaamde. Um, ja, je wilt al als niet toegeven dat dat niet gaat. Of, uh, ja, die schaamte is wel al heel lang rem geweest, denk ik, op, op ja. heel dat herstel. Dus, um, ja, dus je, je probeert gewoon heel veel zelf. Tot het moment dat je, gewoon, ja, als je leef zegt van en nu kan ik echt niet meer, ja, dan kunnen niet anderen. Nee, nee, dat is waar. Ja. 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 Um, de, ja. De hulp die je zoekt, hoe gaan ze daar praktisch mee aan de slag? Is dat, ja, moeten ze daar boeken bij houden? Is dat... je verhaal vertellen? Goh, ik ben het eerst eigenlijk door um, de sportarts... Um, ...heeft mij doorgelezen naar de, Eerst en vooral naar een psychiater. En ik wou dat eerst niet, omdat ik dat associeerde met medicatie. Ja. Ja, <laughs> maar, hij zei, ook, ja. Ja, maar hij zei van, geef het een kans. Um, en hij zegt, hij gaat zeker drie keer. En als dan echt die ding is, dan, dan, dan is het... Allee, dan stopt het. Ik zeg ook, ja, het eerste jaar is dat niet gelukt. Het tweede jaar zat ik opnieuw bij hem en zegt hij, ja, moet hij eerst als mens weer goed worden. En dat is eigenlijk de eerste die daar die eigenlijk echt, de, echt de aandacht heeft gegeven aan wie dat ik ben als mens en niet als atleet. Dus ik ben er tot op de dag van vandaag heel dankbaar voor. Um, dus dan ben ik toch naar die uh, psychiater gaan En ja, dat was gesprekstherapie. Wat erop neerkomt, dat... Hé, dus, hé, Seppe, hij zit de psychiater en ik moet hier gaan zitten. En Seppe zegt niets, totdat ik zelf begin te babbelen. Dat doe ik niet de hele tijd. <laughs> ja, <laughs> ja, ja dat, is, dat is waar. Maar, maar ja, dat is... Ik vond dat zo bizar. Ik dacht zo wat, oh, dat lijkt me heel moeilijk. is Heel moeilijk. En de eerste keer ja, zat ik daar al zo, zo wat te vriemel en zo met mijn en ik dacht zo, nee, ja. ja Oké, okay, dan beginnen zo, uh, zo uh, los hier en daar zo wat dingen te zeggen. Maar ik had direct gezegd: van um, ja, maar ik wil geen medicatie. Maar hij zei dan zo na de eerste sessie: zei hij van. Um, heb we gaan geen medicatie opstarten, het is oké okay, zo. Dus, maar ik ben dan wel... Um, na die tweede keer gezegd tegen mijn mama, ik zeg, ja, de mama, het is echt niks voor mij. Het is echt zo raar. En dan uh, de derde keer, eh, want de dokter had gezegd, dat zeker drie keer. En de derde keer kom ik daar weer buiten en ik zeg, wat was dat nu weer? En ik, ik spring, allee, kruip in mijn notto. en na vijf minuten, de traan, dat stroomt over mij. Wat? Ik heb me aan de kant moeten zetten. Ik heb gewoon een kwartier zitten janken. Ja, en toen had ik wel door zo van: Oh ja, oké, okay, hier zit blijkbaar ergens nog van alles dat ik heel ver heb weggeduwd. En dat is voor mij ook, denk ik, wel de therapie geweest waarin ik zo heb leren praten of zo over hoe dat me voel. Uh, want dat was iets dat okay, ik vroeger echt, echt niet goed kon als kind ook niet. Ik werd dan gewoon kwaad of zo. Of, um, dus dat is belangrijk geweest. Maar dan uiteindelijk, als ik in 2020. Um, Echt wel met een uh, therapeut ben ik samenwerken, samenwerking, dus ze specialiseren in eetstoornissen. Um, was dat, dat, ja, dat is ook wel veel um, ja, cognitieve gedragstherapie, ook wel. He. Dus um, ik denk dat ik het eerder al had gezegd zo het, voor mij, voor het, het ontdekken van oké, okay, we dus ik echt zo'n tabel maken zo van wat zijn de voordelen van, een eet, van je eetstoornis hebben, wat zijn de nadelen. Wat zijn de voordelen van geen eetstonism? hebben? En wat zijn de nadelen van geen eetstonism? hebben? Zo Zo'n ding, nee. En dan kom je wel zo op bepaalde patronen. En uiteindelijk praat je dan ook wel veel met die persoon. Um, en die gaat dat dan soms zo wel een keer objectief nakijken. En dat een keer... Samenvatten, misschien een, vanuit een ander perspectief, waardoor dat je dan ook een keer een andere kijk krijgt op zaken. Maar ik heb ook, uh, op, uh, ook een eetdagboek moeten bijhouden. Of, um, niet altijd zozeer omwille van de hoeveelheden, maar wel om te zien van, oké, okay, op het moment dat het moeilijk is, wat denk je dan? Of, of wat gaat er dan eigenlijk om? En dat was eigenlijk opnieuw een manier om, om die patronen eigenlijk bloot te leggen. Um, dus daar had het dan eigenlijk vooral een beetje om. En dan bij mij was het op een zeker moment een um, vaste structuur krijgen terug. Uh, want ja, het was één chaos natuurlijk. Um, dus vooral, ja, vooral die zaken eigenlijk. Um, maar voor mij persoonlijk was het gewoon ontdekken van ja, wie ben ik eigenlijk naast de sport en wat wil ik doen, waar word ik gelukkig van. Um, heb zo, en dat is zoiets heel stom. Um, allee stom. nee, stom. ik is dat niet stom, maar dat was zoiets waar ik in het begin zelf een beetje twijfelachtig tegenover stond. Maar dan moest ik zo op het einde van de dag zo drie dingen opschrijven waarvoor dat ik dankbaar was of waar ik energie had van gekregen. En uh, ja, zo in het begin ja, er kwam er zo amper één iets of zo. Uh, uh, maar ik ben dat blijven doen. En dan, zo na een paar weken, ben ik gaan terugkijken. En zo heb ik eigenlijk ontdekt: van, oké. Okay, daar kreeg ik energie van en dat zijn de dingen dat ik wil doen en dat was de vaststelling gewoon van ja ik doe eigenlijk bijna niet, Allee, ik had dat zo niet genoeg, ik, wou dat zo, ik moest dat meer in mijn leven brengen ofzo. En uh, ja dat is zoiets heel klein dat mij echt super hard geholpen heeft en dat ik vaak nog altijd doe eigenlijk. Zo als je zo'n kut al hebt gewoon, er zijn altijd al zo nog kleine dingen dat ik zeg van, ah, daar heb ik toch iets, iets aan gehad vandaag of zo. Er was sparking en... voor de deur, zoiets. <laughs> voilà, dat komt er zeker bij. Um, ja, zo echt van die, soms van die kleine onnozele dingen. Maar dat verandert zo hoe je je dag doorkomt, hoe dat je ernaar kijkt. Dus um, ja. ja, het was een lange, <laughs> lang proces. Ja, is mooi. Ja. Hoe, hoe voelt dat dan als de psycholoog tegen u zegt, na twee jaar en een half, drie jaar... Je hebt me niet meer nodig? Goh, ja, dat is... Um, ik, was, ik was echt euforisch, eigenlijk. Omdat zo... Ja, ik denk dat ik dat nooit aan iemand ga kunnen uitleggen, hoe waardevol dat dat is voor mij. En vooral zo twee, drie jaar geleden had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik een ander leven kon hebben, of zo. Of, allee, of dat ik me, Ja, dat ik, allee, dat ik gelukkig ging zijn. Dat ik, uh, dat ik plezier heb in, in wat dat ik doe. En um, Dus ja... Was, dat was echt uh, dat was saai. Ik heb direct ook zo naar, naar, naar mijn mama gebeld en zo. Hij <laughs> uh, wil me nooit meer zien. <laughs> ja, dat was wel, uh, was, ja, dat was echt wel super. Was, um, ja, en toch zo ook wel een bevestiging van, um, want ik wou eigenlijk al langer geleden stoppen, omdat ik wel het gevoel had van, uh, ik voel me wel oké. Okay, ik denk dat het oké okay is. Um, maar ik denk dat het wel goed is. Dat, allee, dat ik dan nog even ben verder gaan. Um, ja, dat dus was wel mijn uh, overwinning of zo. Uh. Maar maakt er nu nog, uh, alleen loopt er nu nog veel? Well, ik zou wel wel, maar ik dus ben heel hele tijd de <fie> <tie> Ik heb nu al bijna een jaar itb klachten Echt super hard nek. Het is echt het is, het is belachelijk. Ik krijg nu zo alle typische. Zo'n uh, blessure is dat we alle beginnende lopers krijgen. De lopers krijgen, ja. ITB is wel echt. Ja, dat ja, ja. Eh? dus, um, Ja. Stoeme, ja. Maar ik ben nu wel. Mijn intentie echt voor 2024 is om terug te kunnen lopen. Dus ik ga er, want ik heb er ook echt wel geen werk van gemaakt. Ik ben er eerst zo vijf maanden mee blijven rondlopen en dan ben ik zo'n keer okay, naar de kine gegaan. En dan, na twee maanden bij de kine zei ze, ja, er zit wel zo niet echt continuïteit in je oefening. ik zei, ja, dat is eigenlijk ook wel waar. Um, dus nu ben ik er wel echt serieus mee bezig. terug je aan het aqua-joggen dan? Dat <laughs> <laughs> is het jong, aqua-joggen. <laughs> nee. Te vaak een zwembad te zien. Maar trouwens, voor degenen die wel geïnteresseerd zijn, wel een super effectieve manier om, je, om op conditie te blijven. Ja, ja, ik heb een spierschip, mensen hebben het mij al... Uh... Het is echt waar. Pieter-Jan Hannes heeft mij een van de pak aangeraald. Had dat hem wat liggen of zo? Is... Ah, als ik het had geweten. Ik heb zo'n zo 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 nee, een gordel. He. Maar ik kan ook, ik kan gewoon zwemmen ook. He. Ik vind dat wel wel leuker. Ja, als... ja, ja maar nee. Je kunt echt training na nemen. Maar ja, hij doet dat van die lange trainingen. Zij <laughs> voordat je dat zo zit en dat bad. Nee, voor een lange duurloop is dat niet zo. Maar zo... Is, dat, is dat echt? Want ik dacht ja. altijd zo joggen wat die doen dat, voor het bloed te laten stromen, maar. Nee, nee dat. dat kunnen je heel intensief. Uh. maar ja, je kunt echt en uh, kun je hartslag kunnen serieus in de lucht krijgen. Ja, gaat wel niet snel vooruit, hè? Nee, 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 ja, dat weet ik. Dat. Ja. <laughs> maar ik heb dat een keer een periode gedaan en dan uh, vrij kort daarna lactatus en mijn basisconditie was praktisch onaan, onaangetast. Dus voilà. bij deze of elliptigo? Dat is mij ook aangeboden. <laughs> ah ja, ik heb er ook nog eens staan. Ja. Ik denk dat we daar al te hard mee gelachen hebben. Ik om... ben daar wat trots voor. ja, ik ben daar serieus mee gevallen. <laughs> dus ik, het is daarom dat zo. hij me in haar. Ja, ik heb hier echt. Ik was toen nog maar twee weken aan het werken bij Runnels En uh, ik had toen nog geen auto. En dus dat was in Zaventem. Uh, dus ik, ik deed, ofwel ging ik met de fiets ofwel met een elliptico. Maar het was al zo. Ja, weet je ik kwam terug van mijn werk en het had zo geregend. En ik denk dat dan de Brusselse, de Brusselse steenweg, mm -hmm. zo als naar beneden gaat, het lag daar toen niet zo goed. Ik weet niet hoe dat nu gesteld is met de staat van de weg. Maar Hetzelfde ja. waarschijnlijk. Ja, en ik weet niet wat er gebeurd is, maar op een zeker moment bevind ik mij aan de andere kant van de weg. En um, ja, het, was, uh, het lag allemaal open. Door, ja, zo. dus Ja, weer nog een teken? Um, ja, en sindsdien uh, heb ik de elliptico niet meer gebruikt. Ik geloof gewoon werk verkeerd met een Lipstigo. Ja. Ah, ja, en dan ben ik beginnen pendelen met de ploeifietsen en de trein. En dan nog een beetje later heb ik gewoon een auto gekocht. <lacht> <lacht> uh, maar ik heb die wel nog staan en er bestaat eigenlijk een rolsysteem voor, voor een elliptigo. Ah ja, dat is juist. Ja, dus, dus er zijn veel mogelijkheden. Nee, uh... oh, dat is wel helemaal, dat is wel rollen. Maar ja, met een Liptigo kunnen we wel richting Loopharsza gaan, Ja. Ah Michael Somers gaat de ronde van Vlaanderen doen op een Liptigo, Wat? Ah, als PGTK. het EK haalde, dan ging Michael Somers de ronde van Vlaanderen doen op een Liptigo. Zeer vastgelegd dus. Dan hoop ik dat hij er heeft met wat meer versnelling dan. Had hij dat toen op de Liptigo van een of? Geen idee. Dat is nog niet nader bepaald. Nee. Ah, daar ben ik toch benieuwd naar. Nee. <laughs> ja, Wanneer ja, is dat? Dus? Ik, vermoed, ik vermoed na de spelen dat hij misschien respect nog wel ja. krijgt. Oh, oh, logisch. <laughs> in het vorige jaar is dat wel het leukste. Hè? Goed, hè. Uh, ja, en dan heeft hij nog genoeg tijd tot de spelen. Ik vind dat ook. Een goede conditie. <laughs> ja. ja, ik vind. Uh, uh, waarom uitstellen? Want je moet dat momentum toch een beetje. Uh, ja, voilà. ja, en hoe langer dat je uitstelt, hoe moeilijker dat iets ja. wordt. Hè. Ja, 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 ja. Maar en dan, dan raakt dat vergeten of dan gaat hij met een excuus gewoon... Vergeten gaat dat niet geraken. Nee. Nee. als <laughs> ja. Stel dat je terug kunt lopen. Heb je, heb je zo nog loopuitdagingen? Heb, heb je iets? Ja, wel, maar dat is wat ik dus nu mis. Also, ik heb toch een doel nodig om naartoe te werken. <tus> dat is nu ook zo met studeren. Zo. Ik vind dat eigenlijk wel leuk, want ik heb, ik heb iets om naartoe te werken. Uh, dus ik, ja, zo, niet specifiek, maar natuurlijk, ja, ik werk bij een loop speciaalzaak dus, uh, en er zijn wel wat leuke events. Of bijvoorbeeld, uh, er zijn wel wat collega's die zo keer voor een goede tijd willen gaan op tien kilometer of op een halve marathon. Dat lijkt me wel leuk, zo, om dan, dan zo wat te kunnen hazen of zo. deze um, zo'n zo ding, dat zou ik wel echt superleuk vinden. Of een keer een trail. Um. En de Marathon van Berlijn, om dat af te sluiten. Nee? Ja, maar ik, ik zeg over veel dingen tegenwoordig, zeg nooit, nooit. Maar ik was, ik ben, ben wel iets meer een dromer geworden of zo nu. Vroeger ah. was ik zo heel realistisch en zo. Maar nu heb ik zo, zeg nooit, nooit. Want dat is wel als ik dan kan lopen, want dat was, was dat niet twee jaar geleden of drie jaar geleden. En dan waren er zo wat collega's die zeiden: van, Ga ik hier mee, ga lopen met ons voor het werk. Maar ik zo: Ja, nee, mijn conditie is niet goed, hè. ik ga niet mee kunnen. En dan zijn ze zo wat blijven pushen en dan ging ik zo mee. En uh, ja, dat komt wel echt super snel terug. Ja, ja, dus als tuurlijk. ik gewoon een keer een paar maanden pijnvrij kan lopen, ja, ja, dat twijfel ik dan, niet, ja. allee, dan denk ik wel dat ik, dat ik wel wat toffe dingen kan doen. Ja. Dus ja, maar het moet eerst aan het lopen. Maar, ja, natuurlijk. Eh, ja, misschien moet ik toch nog een keer een Aqua joggen. <laughs> ja, zie je, als je er dan over bezig bent, dat is, dat is ook wel omdat ik niet minder. Om, allee, mocht het nog in Leuven zijn, zou ik misschien meer geprikkeld worden omdat omdat nu in mijn omgeving heb ik niet echt mensen die heel die aquajo. <laughs> ja, ik heb ooit één keer mijn, mijn mama meegekregen denk ik, maar ik denk dat ze gewoon gezwommen heeft want eh, het ziet er wel een beetje belachelijk uit natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar ik, ja, ik heb me daar vaak over gezet. Ja. En wel ik kwam ooit een keer een vrouw vragen in het Frans nog wel, denk ik, zo of, of dat ik dat deed om meer calorieën te verbranden. <laughs> maar het is ja, nee nee. Nee, het is gewoon de lopen, lopen ah, ja? zonder impact hè. Ja. Waarom zou je anders zo belachelijk maken? <laughs> ja, maar zeer, zeer effectief. Maar nee, ik zou wel. Um, ja, dat, dat is nog wel nog iets dat ontbreekt nu. Zo. Ik mis dat echt super hard. Ik vind het voorlopig zo niet in een andere sport. Want ik heb op zich een goede fiets ook staan. Zo. Um, maar mm, ik vind het niet. Ik krijg er zo niet dezelfde voldoening van ja. als van het lopen. Dus ja. Ja. Maar ik geef nu wel uh, zelf ook een sportlesje en ik volg ook een sportles want het is zo, ja, het is zo, dus drie kwartier zo wat oefening, workout en dan is het een half uurtje dans. Oké. Okay. Oh ja, dat is ook ja, ik zeg ik daar dan zo lange slungel en zo en dat ach, dat, dat is toch. Uh... En geeft je dat of is dat niet Nee nee, dat, dat, dat volg ik. Ah, ja, nee okay. nee, dat geef ik niet. Nee nee, de sportles dat ik geef is ook een beetje een algemene workout en zo om toch wel nog een beetje sportief uh, bezig te zijn. Uh, want ja, het is ook wel het is gewoon druk. Hé. In sommige mm -hmm. periodes. Uh, uh, voor ik heb dan stage gehad en dan ben ik uh, vier dagen in de week stage aan het doen, maar ook nog twee dagen aan het werken. Dus dan ben ik zes op zeven wel bezig. En dan is er ook gewoon niet zo heel veel tijd om, uh, om te sporten. Dus ja, als je dan zo een vast moment hebt dat je moet gaan, dan is dat wel goed om, om dat te hebben. Maar, uh, maar ja, kijk, wie weet, in 2024. Kijk, okay, ik wens het je toe. Ja dank u ja het is, het is echt uh, ik droom ervan. van het is uh... en dan toch toch nog eens een veldloop doen nee. ik, ik wil geen een druk leggen 1 april de zogeheten ultra ja wel, wel maar zo'n ding dat zou ik dus wel kunnen meedoen maar um, ik denk dat april wel iets uh, te ver komen ja. maar kijk, maar dan heb ik wel, wel maar dan heb ik zowel um, doelen om uh, wat ik kan van dromen en dan kan toewerken. Dus, ja, dat is ja dat is goed ja. al vorig jaar met het werk hebben ze de crosscup in salare gedaan maar, je, maar ik kon er jammer genoeg niet bij zijn. <laughs> ja, hebben die ook geen backyard over het laatst gedaan als teambuilding? Ah ja, ik was mee. Ja, ja het was... Het uh, was oh, nacht en allemaal... <laughs> ja, Het was daar ook pikken donker dus... En het lag hoeveel modder. Um, dus ja, er moest eigenlijk 42 uur lang moest er, uh, één iemand van je team, dus uh, minstens één rondje per uur, gewandeld of gelopen hebben. En dus uh, ja, voilà. Twee nachtjes uh, door. Mooi. Ja, maar het was leuk. En dan overdag waren er nog andere opdrachten waarmee je dan punten kon verdienen. Dus uh, een van ons team was geblesseerd. Dus we <laughs> hebben vooral gewandeld. Maar dan hebben we vol gescoord op de, op de andere opdrachten. En zo een quiz en zo. Ah. Oh. Ja, ja. Het was in orde. N een ja. keer gaan paintballen is ook leuk, maar... <laughs> ah, ja, dat is, ah, dat is misschien nog een keer een idee. Maar ik vind wel dat dat toen wel zeer... Ali, dat is pijnlijk, hè? Ah, ja, maar dat moeten we ook. Ah ja, <laughs> ah, ja anders. Dus dat is dat dat je daar zo ah, leuk had. Ja, 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 Nee, maar... <laughs> anders dan, dan... Als je zo een laser of zo gaat doen, ja, dan... Dan word je geraakt en dan denk je... Ja. Dan krijg je zo'n signaaltje. dat is je wel te schrikkelijk. Ja, gevoeld wel wanneer je geraakt bent. <laughs> ja. Dat is, allee, ja. Ik heb er toch nog veel blauwe plekken gehad. Maar dat is een idee. Maar dan hebben we met ons team zo'n... Um, Ali, dan vooral van hen zo'n inflatable park gedaan. Mannen, het leven is gevaarlijk, ah, ja. maar ja, dat is, <laughs> <laughs> dat is echt... Uh, nee, maar de, um, allee, de teambuilding in de REN was, uh, was echt wel leuk. Ja. Dus um, ja, bij het werk is altijd iets mee lopen en zeer competitief. Dus. Oké. Okay. Op dat moment mm. vind ik dat wel nog een keer leuk. Ja. Uh, ik heb nog twee vragen misschien, Dat Zeppen daarna nog wat vragen heeft. Um, je hebt eigenlijk ja, jarenlang een strijd gevoerd met jezelf zo, om hè, er terug bovenop te komen. Ja. Hoe moeilijk is dat, dat eigenlijk het leven gewoon daarbuiten ook doorgaat? Allee, ja, je moet wel werken, je moet de kost verdienen. Hmm. Lijkt me niet gemakkelijk. Nee. nee, dat is het ook niet. En vooral ook ja, alles, alles, alles rond je blijft doordraaien. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Allee, voor de heel de sportwereld blijft mm het -hmm, ja. Ook al voel je op dat moment... En er is echt een periode geweest dat ik ook echt wel nog um, de intentie had en echt wel het verlangen had om, om nog op hoog niveau te sporten. En ik denk dat dat voor mij misschien wel de moeilijkste periode was, omdat ik, omdat ik dat toen echt wel nog wilde en gewoon voelde dat dat niet, dat dat niet mogelijk was, dat dat niet ging of zo. Um, maar ik denk voor mij, bijvoorbeeld mijn werk, dat dat... Ja, dat dat echt, voor mij is dat, was dat iets... Ik ben daar super dankbaar voor dat ik dat had op dat moment. Omdat, ja, dat, dat waren voor mij ook zo welke de eerste ervaringen van een context waarin dat ik niet aan het presteren was, mm -hmm. maar dat ik wel geapprecieerd werd. En dat was voor mij... Ik weet nog, ik zat ooit heel verontwaardigd bij mijn therapeut. Van ik ben niet aan het presteren. Niet op school. Niet in mijn sport. Nergens. En ik heb mensen die mij appreciëren. Dat, was, allee, dat is heel pijnlijk. He, dat je al ergens uh, halverwege de twintig moest zijn. om te ontdekken dat je eigenlijk naast je prestaties. Eigenlijk ook wel nog iemand uh, bent. en iemand waardevol bent. Um, dus uh, ja, dat is een heel moeilijk proces geweest. En toch. Um, hoe moet ik dat zeggen? Um, ik denk dat ik nu wel veel sterker in het leven sta, net omdat ik heel dat proces doorlopen heb. Dus dat was moeilijk en tegelijkertijd ben ik er wel heel dankbaar voor dat ik dat heb kunnen en mogen doorlopen. Want mm -hmm. ja, het is ook wel op zich is het een privilege om hulp te kunnen vinden en je ja, het je ook kunnen veroorloven om, om die hulp. Ah, ja, er ja. zijn er lange wachtlijsten, iedereen. Uh, ik kan daarvoor betalen en zo, dus ik, vond dat, allee, ik ben er wel heel dankbaar voor dat ik dat, allee, dat, ik dat proces heb mogen doorlopen. Ja. Uh, en dan ja, de zwarte strepen onder je ogen. <lacht> <lacht> ja, dat is een foto die ik tegenkom. zo. <lacht> <lacht> ja, dat was in Samme toch? Ja. Ah, dat was mijn eerste EK als belofte, denk ik. Ja, um, ja dat was. Allee, Anze van mij, mij vanuit het team gezegd van ja, je gaat zien: alle atleten gaan dat doen. Um, dat, is, dat was als bescherming tegen de weerkaatsing van de zon op de sneeuw. <laughs> dat, dat was de uitleg die ze mij daaraan gegeven hadden. En ik, ja, weet je wel, ik deed dat gewoon. En ja. Maar dan kwam ik daar aan de start en dan had ik bijna geen enkele atleet uh, dat op zijn gezicht. En iemand daar? Nee, denk ik niet. <laughs> um, ik denk het niet. En een zonnebril had dat ook gewoon in optie geweest. Ja, maar toen droeg ik nog geen zonnebril. Ah, ja. Ja, ik heb, ja, ik ben pas heel laat mijn zonnebril eraan. Ah, ja. <laughs> ja, maar ik heb, zo heel, ik heb een vrij smal hoofd en ik vond het zo... Ik, ik weet niet, als ik een zonnebril opzette, zag je me zo precies nooit meer. Dus ik heb heel lang geen zonnebril, ook gewoon hé, geen zonnebril gedragen. Dus toen die streep, dat is de uitleg die ik toen had gekregen, dus ik dacht van ja, dan, dan, dan doe ik dat. Hé. Maar ja, dus dat, ik denk, denk niet dat dat zoveel gedaan heeft. Nee, ja, dat, ik zag dat daar, ik dacht alleen. Is dat, is dat, <laughs> ja. ja, dat staat dan op foto in natuurlijk. Ja. ja, op Wikipedia, denk ah, ik, is, ja, dat, ja. is dat de foto? Ah ja. Ik dacht, ja, neem maar ik kan voetbal doen, ze dat ook soms. <laughs> nee, er zit eigenlijk een zeer onnozele um, verklaring achter. Dus, uh. Maar goed, ja, ik heb er wel goed gelopen, dus misschien heeft het dan toch iets gedaan. Hmm. Bijgelovig zeg niet. Of gaat dat dan altijd? Ah, nee, nee, uit, nee, 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 ik was eigenlijk echt wel niet zo bijgelovig eigenlijk. Ah ja. nee, ik heb al een hele periode wel altijd hetzelfde type onderbroek aanhad, zo dat wel. Um, ja, hetzelfde type het al. Ja, nog ja, want ik had, er, ik had er dan zo tien, dezelfde of zondag dat, dat die goed zaten, en dan, maar voor de rest, nee, was ik niet zo bijgelovig. Nee. Ja, je hebt ook nog. In samenwerking met de morgen, de morgen een podcast ja. gemaakt waarin dat je getuigd hebt of moet ja, ik het zeggen? En um, waarin dat we. Want het idee kwam er om een podcast te maken. Um, maar ik wilde wel geen een podcast dat volledig over mij ging of over mm -hmm. mijn verhaal ging. Want ja, om een duur, je hebt het al een keer in een interview gedaan. En ik heb op een het ook wel gezegd van ik ga wel niet iedere keer datzelfde verhaal doen. Um, dus hebben we eigenlijk ook andere, allee, heb ik eigenlijk andere sporters, andere atleten um, gevraagd om ook um, een stuk van hun verhaal te delen. Um, uh, ja. dus het is eigenlijk een, een, een combinatie van een stukje mijn verhaal, hun verhaal. Mijn mama bijvoorbeeld komt ook aan bod, want uh, ik denk dat we soms ook wel vergeten hoe groot dat de impact kan zijn op uh, de mensen rond uh, rond de persoon die het moeilijk heeft. Um, uh, Jeff Brouwers, sp uh, sportpsycholoog, komt er ook in aan bod. Um, dus uh, ja. Dus, um, Gerard en ik, noemde het. Ja, ja, Gerard was dan eigenlijk mijn eetstoornis, dus, ah, ja. um, om het zo te zeggen. Dat wordt ook, wordt ook heel vaak toegepast in therapie, um, omdat zo... Iedereen die een eetstonis heeft, heeft ergens wel nog altijd. Het is niet dat je eetstonis bent of zo. Mm. Dus je hebt altijd ergens ook wel nog je gezonde stem. En heel vaak de strijd waar we het dan over hebben, is vaak de strijd tussen je gezonde kant en, en dan die stem. En dan soms is dat gemakkelijker om die, een die stem een naam te geven. Maar ja. vooral als een man dan? Ja, sorry. <laughs> Ik heb me daarvoor al geëxcuseerd ook. Het ah, ja. is ook aan alle mensen die Gerard heten, het is echt niet persoonlijk. <laughs> um, maar dat is ook zo. Nu bijvoorbeeld in mijn Payconic-app zo, um, mijn bankkaart genoemd nou ah, Nu dat, is dat. Gerard betaalt gewoon alles. ja, hoe uh, ah, gezien? Ja. Dat is, um, dat is zo van die kleine ding, maar dat kan, dat kan wel helpen. Mm -hmm. Alleen nu, nu praat ik niet, niet meer met Gerard, omdat ik uh, ja, op zich ben ik me daar nu gewoon heel snel bewust van. Okay, Um, die is nu aan het woord of dat komt ermee op okay. en dan sluit ik dat wel af en dan kan ik daar wel mee omgaan maar toen, in, in het begin was dat wel uh, ja. allee. Gerard is ook op pensioen <laughs> um, ja Gerard is toch serieus op de achtergrond ja, ja. ja. Uh, Louise je zei ook, voordat we begonnen opnemen, speciaal terug naar beneden gaan voor jullie knie ja. te gaan halen oh, ja. uh, well, ik herinner me dus um, uh, was niet Pieter Smet, die hier ooit een oproep heeft gedaan uh, ja. aan de mensen die komen om iets, om ja. iets mee te brengen. Ja, dan ging je zelf ook iets geven. En... Is er nooit van. Ge heeft hij... We hebben het nee. nog altijd. We zijn nee. nog in het enigste dat hij hier toen heeft achtergelaten, is een leeg flesje aquarius. <lacht> 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 uh, dus ja, ik, dus ik moest een keer nadenken van ja, wat ga ik dan meebrengen? Want ja, also, het rang hier al veel truitjes en ja. De medaille is ook. Ik ging eerst zo een gouden medaille meebrengen van het EK Cross. Omdat dat wel, ja, alleen. Ik denk dat ik de eerste Belgische vrouw was die een gouden medaille haalde. op de... Maar dat is wel wat over. Ja, maar en ook, het is eigenlijk echt een lelijke medaille. Ah ja. Dus dat zit in dat doosje. Oh, maar... Nicolai Sakian, daar ook? hè. Als kiekwedstrijden we het altijd. Ah ja, ja. Dus ik heb, wacht even. Um, dus ik heb eigenlijk de spikes mee waarmee dat ik Europees kan doen. Nee. Ja, echt waar. En dus gewoon omdat, ja, enerzijds, volgens mij gaat dat echt op één dag. Allee, dat, is, dat is bijna vintage, Charlie, als je daar naar kijkt. En ook met de boodschap aan alle jonge atleten: wij zien dat vaak als ze nu bijvoorbeeld bij binnen app achter spikes komen, dan is dat is dan zo, ja, dat zit wel goed, maar dat is niet mooi. Maar, allee, nu kunnen we toch wel even toch zeggen van. Ook met een lelijke Spike kun de Europees kampioen worden. Ja? Dat is toch hé? Voilà. Ik vind dat altijd heel mooi, een Spike. Vind jij dat mooi? Maar ik vind, ik vind ook echt wel gelijk zo, de Dragonfly van Nike zo. ik vind dat echt een hele mooie Spike. Ja, dat is nu nog. Ja, maar dit. En ook um, dat kleur matcht dus totaal niet met de Belgische outfit. Allee, of toen op dat moment. Dat dat twee tinten in... Rood eigenlijk. Hè, dat. Ja, dat ja. zit toch in de modder? Maar ja. ah, wel lijst wel, daar was ze niet zo over ah. een lelijke spijk. Ja, als, gelijk Brussel, niemand gaat aan de finish de kleur van ja, de spijk ja, zien. Ja, maar in hier was dat wel niet zo, hoor. daar was niet zoveel modder. Dus, eh, dus kijk, wow. voilà. Er staat op Go Baby Go. <laughs> Zat er aan de onderkant op. Is dat dat had <laughs> ja. we nog niet gezien. Wat, hè? Ah, ja, het is echt. Go Baby Go. Feather lights Ja. Voilà. Kijk, ja, cool. Seppig geeft een schoon plaats, zeg je, of ze zullen dat straks... Misschien regelen. Ja, we gaan die wel nog niet aan een haak hangen. Uh... Nee, nee. Uh... <laughs> gaan ze misschien nog nodig hebben. Hè? Maar ik heb nog andere liggen ook. Oké. Okay. Ja. Uh, Sepp, heb jij nog vragen voor Louise? Nee, maar trouwens, denk je, de PG heeft een spikes aan de haak, haak hangen? Ja, ja letterlijk um, ook. Wel, klein paniekmomentje op de cross, want Kjell zei dat hij <laughs> naar de gamma was geweest voor een haak <laughs> te gaan kopen. En ik zei, maar hang nu spikes niet aan een haak, hangt die aan de wilgen. Je fiets hangt dan de haak en was even paniek. De keel was in paniek. Ah ja. En, en we hebben toen gezegd dat we dat zo gingen laten voor die dag. Ah nee. Dus eigenlijk een willig moeten gaan halen. dat was ook wel lomp om te geven dan. Maar, uh, Wat is een willig? Een willig, een boom. Ah. Het is dat een treurwilg? Een treurwilg ja. Een treur, ja. Maar ja ergens... dus. Ja. Louise, verder nog dingen die je kwijt wilt? Oh, uh, nee, ik denk dat we. We hebben veel besproken. Ja, we hebben ja. Over, zo, over van alles door elkaar gesproken. Uh, nee, ik denk het niet. Ik zou, vo ik zou vooral zeggen aan iedereen die uh, met sport bezig is: geniet er gewoon van. Geniet ervan het feit dat je een gezond lichaam hebt. Enjoy. En blijf luisteren naar de Jogclub. Hé. Ah, ja. ja, zeker. dat. Heb jij nog... Ik heb geen gezond lichaam, maar ik heb een spierscheur. <laughs> Moet ik een speciale stoel voorzien ja. voor die? Ja. Ik ja, zou ook toch keer gaan aqua-joggen. <laughs> <laughs> dat is niet goed water voor een scheur, dat schijnt. Dat Wat is dat weer voor... <laughs> nee, ja. Ik was even aan het checken, die ah, okay. masterkine. Dat is zo weer gegoogeld, zeker? Ja. Dokter, Dr. Google. Dokter Google. Ja. Ik had wel even hoop dat, dat ze dat konden tapen. En uh, Pieter, die, die wou me zeggen, ik denk niet dat dat een goed idee is, hij zei, ik heb dat eens even gegoogeld. Hij <laughs> zei hem, uh, voor spierscheuren, tapen doen ze dat toch niet? Hij <laughs> wou zo voorzichtig zeggen. Hm, is toch geen goed idee. Ja. Ja. Um, nee. Dus nee, dat gebeurt inderdaad nee. niet. Dat zou ik niet doen. Nee. Gewoon een beetje geduld. Ja, niet makkelijk. Nee, ja, ik weet het. Louise, dikke merci vooraf te komen. Ja, nee, merci dat ik mocht komen. Ik wou, echt, ik wou eigenlijk stiekem echt wel een keer de Jog Club Studio ah, van dichtbij zien. Voilà, bij deze We gaan hem verbouwen voor jullie. We gaan hem verbouwen. Ja, ja, ja had ik ook, uh, jullie hebben nog een zetel nodig, zeker. Ja, daar hebben mensen gestuurd. Ik moet gewoon eens terug gaan opzoeken wie dat er <laughs> allemaal gestuurd heeft uh, voor ja. de zetel. Ja. Maar Mark was al bezorgd dat we het te fancy gingen maken. Ja. <laughs> maar de, dat gaat ons. Nee, dat, dat zal ons niet overkomen. Nee, nee. ja. Daarvoor zijn we niet hip ja. genoeg. Nee. Nee. Alleen dan ben ik benieuwd. Ja, dan nu, als ja. het uh, verboden is. Kom in orde. Ja. Ja. Dikke merci voor langs te komen. Nee, jullie merci. Ze hebben jij ook, uh, merci voor af te komen. Alsjeblieft. Deze was het voor mij. Voor deze week tot de volgende. Willen ze niet of willen ze niet? Doem het of doen het niet? Tomeken, Tomeke, Tomeke, wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden! Ja, red blijft voor uur. Te snel voor ons. Stop! Garden, stay on your point! Spread kaap! En nog net! Jeff, Doen is iets, Jeff! Wat is er mis met Jumanen? Holans poepen, hij heeft diarree. ARE. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar is hem, daar is hem. Daar is